Dat was echt een donkere periode in mijn leven. Waar ik alles en iedereen achter me ging had gelaten. Ja, als we niet luisterden, werden we gewoon buiten in de kou gezet. Dat soort dingen. Echt? Ja. En moest je daar hangen een uurtje? Gewoon blijven staan, man. Gewoon blijven staan. In de kou moest je gewoon blijven staan. En dan zat je daar zo in je pyjama buiten. Als ik het zat was, kwam het gewoon heftiger uit. Ja. En zo ben ik mezelf, zo ben ik. Dus dan heb ik een soort alter ego voor mezelf, weet je wel, gezet van... Ik ben een normale Murrie en dan heb ik nog eentje. En die is Myrtle. En dat is de agressieve, weet je wel. Dus Murrie, wie hebben we nu Myrtle? Nu heb je Murrie. Hij was jong, hij was vechten, hij was wild, weet je wel. En dan dat ik dat niet uitkwam, ja, dat is kut. Ja. En wat doet zoiets met je zelfvertrouwen, vraag me dan af. Alles ging met mijn hoofd draaien van waarom heb ik deze partij verloren. Ik liep ook letterlijk, dat was de enige partij waarvan ik huilend wegliep. Echt? Ja man, je hebt er niet mee te maken misschien, omdat je een andere huiskleur hebt. Maar ik, als ik mijn ding wil, ik heb er dagelijks mee te maken man. Ja. Dus het is er gewoon wel erg, heel erg is het dit. Dus 2 weken voor die partij scheurde ik mijn meniscus af. En toen moest ik nog tegen hem vechten en toen won ik die titel ook nog in Chicago van hem. Dat is een tattoo. Ja. En dan zie je hier een glory belt in het midden. Ja. In mijn nek. Ik zie vleugels. Nou, dat is dus de glory belt die weg is gevlogen voor mij. Hey, what up, it's Game, man. Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? DJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Licks, okay? Okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, aight? Nando Licks. Yeah, what up, it's your boy Fernando, a.k.a. Mr. Keep It Hot, Keep It Banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk, de talkshow, waar je sowieso meer te weten krijgt over mijn gasten, de highs en lows in hun carrière en gewoon dingen waar je zelf ook misschien wat aan hebt in je eigen leven. Vergeet niet het kanaal te supporten. Like, subscribe, share it, deel het. Er staan nog vele andere interviews online. Ik heb ook een playlist met allemaal... vechters onder elkaar. Dus die playlist heet Fight Club. Dus voor de kickboxliefhebbers die graag naar het kanaal kijken. Ik heb ook voor jullie ook een aparte playlist gemaakt met alle kickboxers die ik heb geïnterviewd. Dus volg die, check die, deel die en dan komt helemaal goed. Vandaag in een beeldin. Een man die onlangs zijn 100ste professioneel gevecht heeft gehad in de ring. Hij is een legend in the game. Als hij op je afkomt, denk je, Jesus, is de Predator. Hij komt met die gekke gemene klappen en stoten. Hij doet het allemaal op zijn manier. Myrtle Groenhart, hier in Real Talk. Myrtle, my brother, yes. Welkom. Dankjewel, man, dankjewel. Welkom, man. Real Mooie Talk. Mooie introductie. Maar dat is facts, man. Je 100ste professioneel gevecht. Ja, klopt. 100ste. Het hard, man. Als je dat hoort en beseft, is het iets wat op een gegeven moment zo... Wat doet dat met je als je dat hoort? 100ste gevecht, bro. Ja, in het begin had ik echt zoiets van 100ste gevecht, oké. Okay. Op een gegeven moment ga je toch nadenken. Denk je van, hé, het is best wel snel gegaan. Ja. Want ik kan nog herinneren dat ik 15 was en dat ik begon te vechten. 2 wedstrijden in de weekend vocht. Dat ik zo'n zin had om te knokken altijd. En nu zit ik al op 100ste partijen, professional partijen. Dus echt veel is dat. Ja. Dus, maar het is ook een beetje waardering, weet je. Want dat mensen het allemaal volgen en dat ze weten wat het mijn 100ste partij is. Ik vind het toch wel ook wel iets moois hebben. Voel je die liefde ook, zeg maar, van de kickboxliefhebbers van... Hé, hey, ze beseffen wie... Myrtle Groenhart is, ik heb mijn stempel al gedrukt. Ja, zeker, zeker. Tuurlijk heb je altijd wel een haters erbij. En mensen die het je niet gunnen. En mensen die graag naar je kijken. Dat sowieso. Maar ik voel wel dat ik mijn stempel heb gedrukt. Ja. 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 Maar als we naar het begin gaan. Want je hebt een bijzondere band met Mike Passanier. Die ook hier in Real Talk was. Ja. Voor de mensen. Check het, is op het kanaal. Jij leerde hem zeg maar in een winkelcentrum kennen. Ja. Even kort het verhaal voor mensen die intunen. Want jullie band gaat van way, way back. Hij is ook de reden dat je überhaupt aan het kickboksen bent. Ja, hij is de reden dat ik aan het kickboksen ben. Anders was ik niet gaan kickboksen, klopt. Wat is je, We zaten in het winkelcentrum waar we aan het voetballen. En met 3 andere vrienden van me. En maar ja, weet je, mensen doen hun boodschappen daar zo. En wij waren gewoon lekker bezig aan het voetballen. Wat we altijd deden. Dus ja. Mensen keken ons. Keken wel eens... een beetje scheef naar ons, maar wij gingen gewoon lekker aan het voetballen. En die dag trapten we een balletje tegen iemands karretje aan. En die man waardeerde het niet echt. En die zei van, ja, waarom gaan jullie niet allemaal lekker buiten voetballen? Want mensen zijn die boodschap aan het doen, weet je wel. Dus wij reageerden van, ja, voetballen waar we willen. We willen hier gewoon voetballen. We blijven hier gewoon voetballen, het en dat. Dus we gaven het best een beetje over en weer een beetje een grote mond. En op een gegeven moment zeiden van, luister, ik heb hier verder op een sportschool als jullie willen. Zo'n grote mond heb komen, dan is naar die sportschool toe en dan kunnen we het allemaal zien. Ja, oké, is goed. Dus wij naar de buurt,
al onze matties gezegd, weet je wel. 15 man gingen we die kant op aan de sportschool. Met 15 man. Op een gegeven moment toen we daar waren, kwamen we aan. En hij zegt van, ja, ga maar naar de kleedkamer omkleden. De handschoenen liggen daar, kun je je handschoenen aantrekken. Wij kleden, ik ga me omkleden in de kleedkamer nog eventjes stoer doen, weet je. Of, hey, we gaan zo geven. Uit. Jullie dachten, we gaan hem beuken. Gewoon, ik weet niet wat we dachten, we waren gek, jongen. Op een gegeven moment kwamen de mat op, handschoenen aan, één voor één tegen ons sparren. Ik kreeg een pak slaag, jongen. Ik kan herinneren dat ik stoot op begon te lossen. En op een gegeven moment, ja, hij ontweek ze gewoon allemaal. Op een gegeven moment zie ik hem zo naar achter stappen. Hij komt zo met die rechterhand op me af. Ja. En ik zie die rechterhand zo in die hoek van me. Ik heb gerend, vriend. In sportschool gerend. Maar sinds die dag was ik verliefd, hè. Ja. Op de sport. Want toen wou ik gewoon weten van, hoe kan het? Hoe kan hij dat allemaal doen, weet je? Hoe kan hij die stoten laten missen, terugkomen? Ja, hoe kan dat? Ja. Want als iemand stoten naar je hoofd gooit, hoe kan je dat laten missen en weer terugkomen? En ja, was heel raar. Was het op straat, als je een stoot naar iemands hoofd gaf, was hij gewoon raak. Ja. En hij liet alles missen en zo. En ik wou gewoon het schaakmatspelletje weten. Ja. Dus toen was ik verliefd erop geworden. En toen uiteindelijk bleven ik en mijn broertje bleven over. Ik en mijn broertje en mijn broer, Fabian en Fernando, met z'n drieën. Al die 15 man. Dus wij hebben nog wedstrijden gedraaid. En toen mijn broertje en mijn broer waren gestopt, toen ben ik nog over. Ja, de last man standing. Ja. Mijn broer is mijn krachttrainer. Ja. En mijn broertje die heeft een eigen personal training. Fernando Studio, die zit in Maastricht, heeft eigen personal training. Ja. Shout out op mijn naam van ook, man. Fernando. Ja, Fernando heet. Maar, maar jullie, want hij was ook fanatiek met kickboxen. Waarom was hij gestopt dan? Nou, hij deed zijn best, Fernando. Maar hij kwam, iets hield er tegen. Hij kwam maar niet bij die grotere organisaties, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment dacht hij, ging hij MMA doen. En toen had hij in Amerika, Hollywood, die MMA gedaan. Maar het was steeds lastig om daar te komen bij die grote organisaties. Dus op een gegeven moment dacht hij van, hé, helemaal geen trekker in. Ja. Dus hij gestopt. Dus ik Want veel mensen die bijvoorbeeld dit kanaal checken, die checken van, hé, ik heb bijvoorbeeld ook dromen om het te maken. Wat is dat ding waardoor de ene het wel redt en de ander weer niet? Want wat zit daarachter? Constant blijven in wat je doet. Constant blijven. Blijven trainen. Blijven trainen, blijf je doel bereiken. Ook al denk je dat je er niet gaat komen, weet je wel. Geloof in jezelf, in wat je wil. En ga ervoor. Kijk, mijn broertje was ook wel... hij was aan het dansen. Hij deed modellenwerk. Hij deed dit, hij deed dat. Hij deed veel dingen aan elkaar. Want hij had echt een talent, had hij. Ja. Het multitalent, die man, jongens. Niet normaal. En hij was gewoon beter dan mij met kickboksen. Maar ik was degene die het hardste werkte. En op een gegeven moment had hij geen zin in kickboksen. En ging hij MMA doen, maar dat kon hij ook heel goed. En toen ging die MMA, ging daar papadijtjes mee draaien. Maar het is belangrijk dat je consistent blijft, weet je, om wat je doet. Als je iets doet, ga ervoor en zorg ervoor dat je het haalt. Ja, maar waar komt die vastberadenheid vandaan van jou? Waar komt het vandaan? Hele goeie wat je zegt. Ik was vroeger ik denk ook van mijn vaders kant een beetje, want die heeft ook al heel veel jaren nu een loodgietersbedrijf. Heeft hij. Ik denk toch van die kant, van mijn vaders kant. Ik was altijd een stille jongen, weet je wel. En ik keek altijd, ik observeerde dingen altijd. En ik werkte al vanaf mijn dertien jaar was ik altijd aan het werk. Dus ging ik naar Albert Heijn. Dus ik was altijd bezig met mezelf evolueren, met geld verdienen. Was ik altijd mee bezig. En elke keer wou ik verder stappen in het leven. Dus Albert Heijn werkte en ik. Op een gegeven moment was ik klaar bij Albert Heijn. Wou ik dus meer gaan verdienen. Want ik verdiende net iets te weinig bij Albert Heijn. En dan ging ik bijvoorbeeld bij Schiphol ging ik werken op de loopband. Weet je wel. Bagageband ging ik werken. Verdiende ik weer iets meer. En toen ging ik weer steeds ging ik ietsje verder. Want ik wou... op een gegeven moment wou ik meer geld verdienen natuurlijk. Ik wou leuke dingetjes halen. En ik denk dat het daar vandaan komt een beetje. Ook van mijn vaders kant. Want die was altijd vastberaden in wat hij deed. Die was altijd vroeg opstaan. En hard werken, weet je wel, ging hij in de middag, was hij weer thuis en dan was hij weer met andere dingen aan het werk. Dus ik denk een beetje van dat heb ik het gezien, een beetje. Ja. Weet ik wel zeker. En het is een heel belangrijk eigenschap, want het is een eigenschap wat ervoor zorgt dat je net iets verder komt dan iemand anders. Het zit hem in die kleine... Het zit hem in die kleine dingetjes. Ja. En wat je hebt meegekregen, snap je? Veel dingen hebben ook met vroeger te maken. Wat je hebt meegekregen. Ja. Dus hoe jij jezelf nu... profileert hoe je erbij staat. Het heeft allemaal met vroeger te maken, weet je. Als dingen niet gaat, je hebt blokkades in je leven.
heeft allemaal met vroeger te maken. Dus die dingen van vroeger moet jij zien, hè, een plekje te geven. Ja. En verder stappen in het leven. Want als jij terug gaat kijken naar achter, blijf je daar hangen. Ja. En je wilt naar voren gaan. Weet je, dus kijk, morgen is je niet beloofd. En vandaag leef je. En je weet niet of je morgen gaat opstaan. Dus als jij blijft in het gisteren, dan blijf je daar de hele tijd hangen in je leven. Ja. En morgen is jou niet beloofd. Dus je bent niet bezig, weet je wel, met je leven. Je moet niet blijven hangen, je moet doorgaan. Je wil groeien in het leven. Wat is een blokkade die jij nu ervaarde in je leven of onlangs, waarbij je dacht, hé, hey, dat komt van vroeger? Ik heb een slokje, joh. Nee, ik heb een slokje, joh. Een blokkade. Onlangs heb ik het ook medegedeeld. En het, ja, ik gebruik, praat hier nooit zo vaak over. Maar het is toch wel een blokkade wat ik heb van vroeger. Is toch wel dat ik in een... van een kleins of aan hebben ze me toch wel destijds het huis getrokken, weet je wel. Dat is toch wel een blokkade is dat geweest. Op welke manier was het een blokkade dan? Ik dacht, wie zijn die mensen? Wat komen ze doen hier zo? Ik weet je wel, iemand, een klein jongetje, die zich altijd veilig voelt in zijn eigen huis. En de deur wordt open getrapt en trek je zo uit huis. Weet je wel, moeder was niet thuis, vader was niet thuis. Dan denk je van, hé, wie zijn die mensen? Ja. Wat is hier aan de hand? En dan gebeurde dat. En dan ben je daar zo. Want dan heb ik het over een instelling, weet je wel. Kinderenopvang, ben je daar en dan word je daar ook helemaal niet goed behandeld. Door de mensen zelf daar? Door de mensen zelf, ja. En dan denk je dat, daar, weet je wel, dat je daar beter aan bent, maar dat is helemaal niet zo. Je bent daar helemaal niet beter af. Maar hoe ziet dat eruit, en, zeg maar, voor de mensen? Want dan kom je in zo'n instelling, een soort internaat. Ja, zo'n internaat. Ja, je komt daar. Hoe ziet zoiets van binnenuit? Wat is die... waarin kom je terecht? Kan je een beetje het beeld schetsen? Van? Ja, het was een beetje een... beetje afgelegen was het, om zo maar te zeggen. Veel bos om ons heen, afgelegen. En de instelling van binnen, als ik het me nog goed kan herinneren. Is ja, bedden stapel, bedden lagen er ook wel, weet je wel. Je zat met meerdere mensen op een kamer, zat je. Dat een beetje. En dan had je bepaalde tijden, strikte tijden, dat je moest eten. Dat soort dingen. Ja. En dan moest je je bord ook... Dat is me altijd bijgebleven. Dat op een gegeven moment... hadden we avondeten. Maar ja, niet iedereen lust eten die hun eten, weet je wel. Die de mensen maken. Ja. Dus op een gegeven moment kregen we een bord met spruitjes. En moesten die spruitjes moesten opgegeten worden. Nou, je weet wat een taboe mensen hebben aan spruitjes, ja, 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 toch? Ja, ik ook. Precies. Ik lust geen spruitjes. Tenzij mijn moeder het maakt, die maakt het gewoon... Maar dan nog... Bro, ik lust zo erg geen spruitjes. Ik gooi ketchup gewoon op mijn spruitjes. Ja, snap je wat ik bedoel? Je gooit op een gegeven moment wat op spruitjes... Om het lekker te laten proeven. Ja. En dat kunnen hun natuurlijk niet. Dus ik moest die spruitjes, die moest opgegeten worden. Nou, en ik was, kan je zeggen, we zijn met z'n zes, hè? Ja. Ik, mijn broertje is de jongste van Ando. Ja. Dan kom ik, dan komt Fabian. Dan komt Natasja, Verdina en Hugo. Dus we zijn met z'n zessen. En wij alle zessen zaten daar. Ja. Maar wij zijn altijd een hele sterke, wij hebben een hele sterke band, hebben wij. Ja. Hebben we altijd gehad. En, toen we daar kwamen, en als iemand iets niet wou, een van ons, dan zat de rest van ons staat erachter. Niet we gingen niet, kom op, doe daar dit, of boos worden. Nee, we zaten allemaal erachter. Ja. Dan weten we, wouden het echt niet. En ik wou die spruitjes gewoon echt niet eten. Ja. Maar we werden gedwongen om het te eten, anders mochten we niet van tafel. Dus die vork werd gewoon geprikt en in je mond gedouwd, werd gedwongen te eten, weet je. Nou, mijn zus en iedereen die schoot gewoon, het was gewoon echt hel daar, zo, om zo maar te zeggen. Dus, en op een gegeven moment, als we niet luisterden, werden we gewoon buiten in de kou gezet, dat soort dingen. Echt? Ja. En dan moest je daar hangen een uurtje? Gewoon blijven staan, man. Gewoon blijven staan. In de kou moest je gewoon blijven staan. En dan zat je daar zo je pyjama buiten. Ja. Dus het is echt wel, dat zeg ik, het is niet elke instelling, het heette destijds, heette het Makandra, heette het. Maar ik weet niet of dat nog zo is, of zo mensen het nog kennen. Maar dat zijn dingen die mensen niet weten. Want bijvoorbeeld, het wordt gezegd van, je wordt door jeugdzorg uit huis gehaald, door kinderbescherming. Word je uit huis gehaald. Ja. En dan kom je daar terecht. En dan zou je denken van, ze zetten je in een veilige omgeving. Nee, maar dat is niet zo, man. Maar wat jij dus nu vertelt, dat is gewoon totaal iets anders. Zeker niet. Dat was het, misschien nu, hè. Ik weet het niet. Hoe het nu allemaal in elkaar zit. Maar destijds dat ik... hoe oud was ik? 10, 11?
misschien jonger, was het zeker niet. Je hebt daar 2 jaar gezeten ook? Ik heb er 2 jaar gezeten, dacht ik, ja. Wauw, ja. En kon je niet... Ja, 2 jaar, 2 of 3 jaar had ik gezeten. In het. Net 2 jaar, denk ik. Oh. En kon je niet met iemand erover praten? Was er, kon je moeder hierover vertellen? Of? Dat zeg ik. Sommigen kennen erover praten, die praten erover. Maar sterker nog, toen we erin werden gezet, werd mijn moeder niet eens opgebeld. Mijn moeder kwam thuis naar werk en ze ziet niemand. Kan je nagaan hoe erg dat is? Mijn moeder komt thuis naar de avonddienst, nachtdienst. Ze ziet niemand. Ze denkt, wat is er aan de hand? Ja. Ze ziet dingen overhoop. Want ja, je gaat ons niet zomaar meenemen. Dus waarschijnlijk zal dingen wel overhoop zijn. Weet je wel? Dus het lijkt net als misschien wel eens over in werd gebroken. Ja. Nou ja, politie kwam. Die zat 2 busjes waren beneden weet je, op ons aan het wachten. Bij de flat. Ik woonde op de Spinnenkop destijds. Dus het was best wel, ja, best wel heftig in mij. Voor zo'n jongetje dan, weet je. Of 10, 11 jaar. Best wel heftig is dat. En dan, je moeder weet niks. En op een gegeven moment bellen. Komt ze erachter waar we zitten, weet je. Was best wel heftig is dat, hoor. En dan kom je daar, word je in die bus gedropt. Mensen komen in het huis met zaklantaarn. En je ligt half te slapen. Ja. Het is gek is dat. Maar terwijl mensen, je niet eens een crimineel bent. Ja, want mensen hadden geklaagd en gezegd dat de kids alleen thuis... Want je woonde gewoon bij je moeder. Het was gewoon een goede moeder, situatie. Ja. Ja, zij werkte hard. Ja, maar ik had mijn zus, hè. Die zus die was ook een soort moederfiguur. Die lette ook op ons. Zo. Dus ja. Het was gewoon... Weet je wel, was gewoon, de situatie was gewoon oké. Was niet slecht of zo. Nu gebeurt dat ook. Ja, ik bedoel, want heel veel kids, zeg maar, die hebben een oudere zus of broer. Ja, die dan op ze let als de moeder aan het werk is. Maar in deze situatie waren de buren of mensen die dachten van... Dit is geen gezonde situatie, dus we moeten ingrijpen. Ja, dat denk ik, ja. En op basis van wat hun dat dachten, weet je wel, dan grepen mensen in. Maar ja, weet je, het is... verschillende culturen verschillen, snap je? Dus wij zien niet, wij hoeven niet... kijk, als iemand denkt van... Hé, ze gaan niet om 6 uur eten. Dat is een beetje raar. Laten we even de kinderbescherming gaan in weet je wel? Ja. Dat werkt niet zo. Culturen verschillen. Dus wij onze cultuur nou laten eten om 10 uur 's avonds... of even lekker eten en nog even lekker bijpraten of wat dan ook. Dan is dat zo gewoon. Ja. Ja, en wij werden gewoon op onze vingers getrapt en werden gewoon het huis getrokken. Ja. Ja. En op welke manier merk je dat deze ervaring invloed heeft op hoe je nu in het leven staat? Of wat je meemaakte en hoe je ontwikkelde? Omdat door dat situatie, hoe het allemaal is gebeurd, schrok ik heel erg van. En dan ben ik een beetje stilletjes, ben ik er binnen gaan trekken. Ja. Snap je? Heb ik in mijn relatie, heb ik het, relatie met mijn trainer, met mijn ouders... Dus ik ben gewoon in mezelf gaan trekken met bepaalde dingen. En ik was toen op een gegeven moment, kan ik merken destijds. Toen het gebeurde, was ik stil. Ik zei niks. Ik keek om me heen, dat wat er allemaal gebeurde. Dat is een soort mechanisme die ik voor mezelf ben gaan organiseren in mezelf, weet je wel. Van, ik hou alles voor mezelf. Ik kijk, weet je wel. En ik zie wat er gebeurt. En ik reageer pas als ik vind dat ik moet gaan reageren. Ja. Zo ben ik op een gegeven moment verder gegaan. Dus je bouwt gewoon een... Ja. Je bouwt gewoon zo'n soort gemuur ook voor jezelf op. Dus je kan moeilijk bijvoorbeeld in situaties je emoties uiten. Dus jij kan dan moeilijker zeggen, weet ik veel, je kwetsbare kant. Bedoel je dat? Dat je kwetsbare kant heb ik moeilijker kan tonen? Ja, heb ik heel veel moeite in. Kwetsbare kant. Want ik laat ook niet van om mijn kwetsbare kant te tonen. En daarom zijn bepaalde dingen op mijn leven ook zo gegaan, hoe ze zijn gegaan. Maar daar ben ik ook weer dankbaar dat God toch zo'n man op mijn pad heb gestuurd, Mike. Want dan kan ik wel bepaalde emoties kan ik kwijtdazen of stoten. Weet je wel? Dat kan ik dan kwijtdazen. Dat vind ik toch wel lekker. Maar wat betekent Mike dan voor jou, Mike Passanier? Hoe zie jij hem als je dit zo vertelt? Hij heeft toch wel veel voor me betekend, hoor. Het is toch mijn tweede vader. Heeft toch wel veel voor me betekend, Mike. Ja. Dus... Weet je, buiten dat ik dan zo was. Kijk, hij is altijd, als wat is, moet je met me praten. Dit en dat. Hij weet ook dat ik nooit zo'n praten ben. Hij weet ook dat ik een opkropper was. En dat was lastig, want door dat situatie wat er is gebeurd, ging ik in mezelf kroppen en zei ik niks. En het heeft me heel veel jaren ook nog geschaad. Want als er bijvoorbeeld wat was met mij bijvoorbeeld. En dan zei hij tegen mij, Murray, als er wat is, moet je gewoon met me praten. En hij zag dat wat is aan mij. Als er wat is, moet je gewoon met me praten. Het maakt niet uit wat er is. Praat gewoon met me. Je moet meer met me praten, zegt hij. Ja. Kan ik herinneren die gesprek? Zeg je, ja, is goed. Ga mijn best doen. Maar op het moment dat je het wilt, word je toch tegengehouden door iets, weet je wel. En het heeft dan toch te maken met die ervaring die je hebt meegemaakt, weet je wel. Ik bedoel, als je ging praten of je zei wat, werd ik daarvoor gestraft vroeger. Ja. Dus dingen houden je toch tegen. Houden je toch bepaald iets tegen. Ja.
Hoe is dat nu dan, zeg maar? Toen had ik dat dus met Mike. Ik zal mijn best doen dit en dat, weet je wel. En elke keer als er wat gebeurde, en ik vond het niet leuk of zo met Mike en ik, en er gebeurde wat, vond ik niet leuk. Ja, hield ik het bij me. En er gebeurde weer wat, vond ik het niet leuk, hield ik het bij me. Tot op een gegeven moment het zo vol was, en dan kwam alles eruit. En toen zei ik alles tegen hem, boom. En dan kregen we ruzie, Mike en ik. Ja. En zo ben ik mijn jaren, ben ik allemaal doorgaan. Bij iedereen die me wat flikte, kropte ik het op. Ja. En als ik het zat was, kwam het gewoon heftiger uit. Ja. En zo ben ik mezelf, zo ben ik. Dus dan heb ik een soort alter ego voor mezelf, weet je wel, gezet van, ik ben een normale Murray. En dan heb ik nog eentje en die is Myrtle. En dat is de agressieve, weet je wel. Ja. En dan komt het in één keer, boom, komt het gewoon in één keer eruit. Dan laat ik het aan hem over. Ja. En zo ben ik eigenlijk een beetje voor mezelf, in de jaren zo gaan proberen gewoon. Ja, zo is het gegaan. Dus Murray, wie hebben we nu real time? Nu heb je Murray. Nu heb je Murray. Ja, agressieve is Myrtle. Ja, maar weet je wat het is? Murray kent iedereen. Dus Murray is van vroeger ervaren. Hey, Murray, die kent iedereen. Ja. Maar Myrtle is voor degene die me niet kennen. Ja. Snap je? Dus Myrtle is voor degene die me niet kennen. Die me van kickbox kennen, van dat kennen. Dat is die agressieve jongen. En zo ben ik ook gewoon mijn leven doorgegaan gewoon eigenlijk. En dat is echt zo. Want als ik er naar terugkijk en ik ga erover nadenken, dan is het echt zo gewoon letterlijk. Want die Murray die kropte alles op. En die Myrtle die gooide alles in één keer eruit. En dat was die agressieve, die was boos. En dan denk ik zo, ja, hoe kan het nou, weet je wel? Ja. Ik heb sommige jongens gehad, ik ben toch niet boos op dit en dat. Ze nee, helemaal niet, man. Voor een gevecht of wat dan ook. Ja. Bij een opkom of bij een stare-down was ik iets te agressief. Maar ja, zo is het. Ja. Die Myrtle, weet je wel, die is zo. Dat, ik heb geen ruzie met je of zo, maar die is zo. Die is zo gaan leven. Wauw, maar heb je dan, kan je dan zeggen dat kickbox voor jou echt de ideale uitlaatklep is? Ja. Van alle opgekropte woede en dingen die je hebt meegemaakt, dat het moment is dat je alles op een legale manier kan uit. Ja, letterlijk. Want ik kreeg niet vaak van die opkroppingen. Ja. Snap je? En als ik ze kreeg, dan had ik ze met Mike en dan ging ik in één keer, pam, kwam alles in één keer eruit. En dan zat ik uren met Mike aan de telefoon een beetje wat uitpraten en dan werd ik rustig. En dan werd het weer vergeven. Was Mike weer vergeven, weet je wel. Ja. Bij elkaar, om zo maar te zeggen. Met al die dingen wat er was gebeurd. En dan zei ik alles wat er was, wat ik niet leuk vond. Dit en dat kwam allemaal eruit. Wauw. Ja. Maar wel mooi om te zien dat een trainer. En dat vind ik ook mooi aan Mike Passini. Want toen hij hier zat, je zag ook. Hij vertelde ook verhalen van dat zijn vechters zijn net als zijn kinderen. Hij geeft echt om zijn mensen. En dat vind ik wel mooi om te zien. Het is niet alleen maar van, oh ja, we gaan trainen, we gaan vechten. Nee. Hij investeert ook nog eens persoonlijk tijd in jou. Dus een soort, om het zo te zeggen, je tweede vaderfiguur. Ja, hij begrijpt me, weet je. Hij weet precies hoe ik ben. Hij weet soms welke acties ik ga maken. Hij weet als ik bijvoorbeeld, als ik zo kijk of zo. Of als ik normaal kijk. Of hij ziet aan mijn houding, weet je wel. Wanneer Myrtle er is. Ja, hij ziet bepaalde dingen. Ziet hij gewoon van, oké, met sparren. Hij ziet precies hoe ik ga reageren, wie ik ben. Hij merkt dat, hij ziet dat precies. Hij weet het. Hij weet het van mij. En dat is gewoon geweldig. Als je dus zo lang met iemand bent, zoals Mike, en die heb je zo lang opgeleid, dan is dat gewoon goed, weet je. Was het leuk? Is het, ik vind dat top. Ja. Want je bent nu zelf ook vader. Ja. Wat van dit, wat je allemaal hebt meegekregen, pas je nu toe, zeg maar, bij je kids? Dat ze leren, wat ik ze leer, ik zeg, luister, als er wat is, en je vindt iets niet leuk, moet je net zeggen. Je moet En alles zeggen wat je op je hart staat. Je hebt een mond gekregen. Dus als jij iets niet leuk vindt, moet je het zeggen. Gooi het eruit. Maakt niet uit wat. Maar denk eraan. Je kan niet zomaar dingen zeggen wat je op je hart zit. Want dingen die je zegt, hebben consequenties. En dat leer ik ze wel heel erg. Je kan niet zomaar wat zeggen, want woorden hebben kracht. Ja. Woorden hebben leven. En woorden kan je ook kapot maken. Die hebben dood. Dus het leven in woorden. En dat is belangrijk. En mensen die zien dat niet zo. Je ziet dat niet zo snel, maar het is wel echt heel belangrijk. Als jij echt ergens in gelooft en jij zegt van, ik ga mijn eigen lijn beginnen met dat, ik ga dat doen. Je gelooft erin, gaat het gebeuren. Ja. Want je hebt het gezegd. Je hebt erover nagedacht. Je gelooft erin en je spreekt het uit. Dan komen ze tot leven. Ja. Heel simpel. Zo is het in elkaar. Dat breng ik mijn mensen, mijn kinderen ook door. Ja. Is het die wijze die je hebt, zeg maar? Dat is deze, ja. Ja, het is deze. Dat is die, de secret. Dus die las je op een gegeven moment en
Ja. Wat lezen is belangrijk voor kennis en dat soort dingen. Wat heb je hier allemaal eruit kunnen halen wat je nu toepast? Ik heb hier zoveel eruit kunnen halen. En dat kan ik je zeggen, dat is niet normaal. Ik heb hier zoveel eruit kunnen halen. En weet je wat, zoals nu, zoals dit bijvoorbeeld. No matter where you are, no matter how difficult things might appear to you, you are always being moved towards magnificent, always. En dat lees ik dan op één dag. En dat blijf je dan bij, weet je wel. Dat lees je in de ochtend of je leest het in de avond en dat blijf je dan bij. En als je in de avond gaat slapen, dan zit die woorden die zitten in jouw gedachten. En dan ga je met een bepaald mindset ga je ook opstaan. Ja, en dan ben je ready. Ja, ja. Maar ja. Dit en dat heeft me ook geholpen in mijn carrière. Want er was een vriend, ik hield nooit van boeken, hè. Van lezen niet. Ja. Was een vriend zei me, hey Murray. Hij heet Satie, zei Murray, jij moet The Secret lezen, man. Zegt, The Secret, wat is dat? Zo'n boek is een secret, gaat jou echt helpen. Ik zeg, nee man, ga weg man, boeken lezen. Ben je gek man, nee man. Ja. Hij zei, ja man, gaat je echt helpen. Geloof me, het is echt een hele goede boek. Dus ik zei, is goed, gaan we even kijken man. Zei, ja, ik ga hem voor je brengen. Ja, hij is echt goed. Zei, is goed. Dus hij bracht hem voor me. En ik lees het erin. Maar het raakte me op een gegeven moment dingen die ik in las, weet je wel. En het raakte me. En ik ging er ook naar mijn leven aan toepassen en zo. Want ik wou dingen bereikt hebben in mijn leven. En als ik die boek las, kon ik dat gewoon bereiken, die dingen in mijn leven. Als ik maar mijn hoofd erachter zit en ik sprak ze uit. En ik zei toen van, kan ik me herinneren? Toen zei ik, had ik die gebruikt? En toen zei ik van, ik wil zoveel. Ik ga zo'n bedrag wil ik verdienen in een jaar. Bij Glory, whatever. Ik ga mijn best doen. En dan ga ik zo'n bedrag. En ik had het opgeschreven. Ik had zo'n bedrag had ik destijds. Dat was jaren geleden. Had ik destijds verdiend. Ik ging voor het ton, dacht ik. Had ik zo'n bedrag heb ik opgeschreven. En dan ging ik ervoor knokken. En ik had dat in een jaar had ik dat verdiend. Oh, wow. En letterlijk. En ik kwam erbij. Want ik ging in mijn dinges checken. Wat ik had geschreven. Toen kwam ik het om te checken. Dus ik kreeg een hartering. Het is echt zo. Ja. Het is echt zo. Sick. En sommige mensen die hebben het. Die doen het ook. Want je ziet sommige mensen zijn miljonair. Dit en dat en bla bla bla. Die doen het. Maar die hebben het niet door. Ja. Snap je? Maar het gebeurt wel in hun leven. Maar ze hebben het niet door. Maar ze doen het wel. Ja. Maar ze weten niet waarschijnlijk hoe dat moet. Ze hebben het niet door. Maar ze doen het wel. Dus het is heel belangrijk dat je onder bewust van bent. Van, weet je wel, van je gedachtes. En van je woorden die je uitspreekt. Ja. Words are weapons. Ja. Words are powerful. Ja, ja. Zeker. Maar toen mooi, deed ik het. Toen heb ik ook toegepast bij mijn titel. Hè. Die titel heb ik ook zo gepakt. Ja? Ik heb opgeschreven. Ik heb die niet bij me nu. Maar ik heb opgeschreven. Ik ga die titel dan en dan pakken. Ik heb die titel gepakt. Ik had het ook op social media had ik het gepost. Ja. Weet je, ik zei jullie toch. Had ik geschreven wanneer ik het had geschreven, weet je wel. Ja. Ver van tevoren. Datum staat erbij. Boom. En ik had het gewoon, die titel. En welke doel heb je nu opgeschreven dan, die je wil bereiken? Ik heb nu het doel opgeschreven. Ik heb nu een doel opgeschreven. Ik zou een PT-studio willen. En daar ben ik dus nu mee bezig. Ik heb een nutritionlijn, die heb ik opgeschreven. Die nutritionlijn ben ik nu ook aan de start. Is TGT Nutrition. Daar ben ik nu ook mee bezig. TGT Nutrition, dat is een van mijn doelen die ik echt wil laten schieten. Ga checken, ga supporten. Ja. Hoe heet het nog een keer? Het heet www.tgtnutrition.com. Dus TGT Nutrition. Ga checken, maar support het, man. Yes. Zo doen we dat hier. Oké, toch? En de ondernemerskant voor jou. Ben je dat aan het bouwen? Lag het al lang al zeg maar, in jou om zeg maar, verder te gaan ondernemen? Of is het zeg maar live after kickboxing? Nee, het lag altijd al bij mij. Want weet je wel, live after kickboxing is ook ondernemend, hè? Het hele kickboxing, sorry. Hele kickboxing is ook ondernemend. Je gaat, als je kickboxer bent, moet je bepaalde dingen laten om zo ver te kunnen komen als waar ik nu ben in de top. Dus dat is daar ben je een ondernemend ben je dan gewoon. Want je moet dingen laten. Op een gegeven moment ik werk als loodgieter. Ik had een mooie baan. Ik verdiende goed in een maand. En op een gegeven moment ging ik kickboksen. Kon ik de helft minder verdienen. Ik had een sponsor. Dus ik had erover nagedacht. Ik zeg, is goed, ik ga het doen. Dus ik verdiende destijds. Ik was toen 18 of zo, man. Was ik. Nee, 15. Nee, wacht. Ik was 20 was ik. En loodgieter is 5 jaar bij een loodgieter gewerkt. Op een gegeven moment was ik weggegaan. Verdiende ik 1200 elke maand. Dat was goed voor mij destijds. Toen ben ik naar 600 gegaan van de sponsoring. Heb ik gedaan. Want ik geloofde in mezelf. Ja. Ik wist dat ik het zou komen. 600 gedaan. Voor de kreeg ik van die sponsor. Ik partijen vechten, weet je wel. Ging allemaal top. Bepaalde dingen moet je achterwege laten om daar te kunnen komen. En dat had ik toen gedaan. Dus ik was ondernemend met dat al. Ik ben altijd ondernemend geweest. Ja.
Ja. Al keep moving en keep elevating. Ja. Vanaf mijn baantje bij de Albert Heijn. Ja. Keep moving, steeds omhoog gegaan. Ja. Dus, ik vind het ook mooi dat mensen, daar kunnen mensen ook wat van leren. Van, je moet zeg maar wel een vision hebben, maar het maakt niet uit van waar je begint, als je maar begint. Dat is het, je moet die stap nemen. Ja. Zelfs de mensen die nu denken van, hey, leuk man, ik wil een keertje bij die Muttel trainen man. Nee, neem die stap. App me, bel me, DM me, kom. En dan gaan we trainen. Het is echt hetzelfde als dat. Als je wil sporten, je wil afvallen, ga beginnen. Ga niet denken van, ik ga 2024 doen, de eerste van de maand. Nee, het zit al in je hoofd, ga het meteen doen. Ja. Snap je? Je moet niet wachten. Ja. Gaat het meteen doen. Het zit toch in je hoofd. Uitstellen is afstellen. Nee, maar ik ken dat ook. Simpel. Ja, als je een fitter wordt. Want ik ben zo'n guy van, ja, dat doe ik later wel. Maar als je zeg maar sporten niet zeg maar, een prioriteit maakt, dan ga je nooit fit worden. Nee. Ik had Walid hier zo. Walid Benbarik. Die zat hier in Real Talk. Dus op een gegeven moment aan het vertellen van, die man is altijd fit. Die man heeft een gekke 8, 6, 10, 12. Ik weet niet hoeveel packs die heeft. Maar die man is een Riptos. Hij zegt, als ik zeg maar naar een film, als ik filmopnames heb, zorg ik dat ik eerst sport en daarna komt de rest. Dus hij bouwt alles om het sport heen. Ja, dat is belangrijk. Je moet iets bouwen eromheen, dat is belangrijk. Ja. Anders ga jij dit doen, dat doen, dat doen. Je moet een vaste fundament hebben. Nou, vanaf daar moet je werken. Ja. Gewoon bouwen naar de next level. Maar hoe? Want je zei op een gegeven moment, je hebt twee persoonlijkheden. Je hebt Murray en je hebt Myrtle. Myrtle is die guy die alles laat exploderen. maar wat ik me altijd afvraag, je hebt vaak van die stare-downs in kickboxing. Hoeveel daarvan is echt? En hoeveel is gewoon meer voor de show? Want soms heb ik echt het gevoel, deze man heeft echt een hekel aan die guy. Bijvoorbeeld jij en Mohammed Jarai hebben altijd een soort, ik weet niet wat het is, maar er zit heel veel vuur. Is het echt vuur of is het meer voor het gevecht zelf? Nee, bij mij weten mensen vanaf het moment, en dat had ik dacht ik al in een van mijn eerste A-partijen. En dan heb ik het over, voordat Glory nog kwam. Dat was een Showtime was overgenomen, dat was het Golden Glory was het toen. Toen was het mijn eerste partij dat ik eigenlijk bij Golden Glory was het toen. Was het nog geen Glory, daarna werd Glory, was Golden Glory. Toen moest ik persen in Turmo tegen Nicky Holske, zelfde vuur. Ik ben altijd zo geweest. Ik heb nooit bij niemand heb ik lopen fake of doen alsof. Ja. Hoe je me ziet bij mijn stare-downs, zo ben ik altijd geweest. Dat is Myrtle. Zo ben ik altijd geweest. Ik ben altijd zo agressief. Want ik moet altijd agressief gemaakt worden. Bij de sterren begint het al voor mij. En veranderde, dan komt hij al naar boven. Dan ben ik er al. Dat is de ster dan. Dan is hij er al. En dan naar het gevecht toe. Als je opkomt, weet je wel. Dat is ook altijd. Moet ik ook altijd agressief. Ik ben altijd agressief. Oh, ik weet niet wat het is. Maar het is altijd. Ik moet gewoon boos gemaakt worden. En weet je wat het is? Mensen denken van, ja, wat een agressieveling dit. Nee, dat is het niet. Je moet niet vergeten, mensen. Je gaat vechten en er is letterlijk iemand aan de andere kant van de ring die probeert jouw hersens in te slaan. En je weet niet of jij een stoot krijgt of je blijft liggen voor de rest van je leven of niet. Dat weet je niet. Het blijft vechten. Dus je kan een goede trap in je nek krijgen, tegen je hoofd. En het is klaar met je carrière. Ja. Weet je wat? Dat weten mensen niet. En het is een sport en dat begrijp ik. Maar er zitten heel veel kansen bij deze sport, weet je wel. Dat jij er niet 100% uitkomt. En dat is belangrijk. En ik ben ervan overtuigd, elke keer dat je de ring instapt, laat je een klein beetje achter in de ring. Ja? Ja, dat is zo. Op welke manier? Allerlei soorten manieren. Hoe je het bekijkt, allerlei soorten manieren. Laat een klein beetje achter. Een beetje van je wilskracht. Je laat een beetje, misschien een beetje geloof in jezelf laat je achter. Maakt niet uit. Gaan misschien een paar hersencellen die vallen weg. Je laat elke keer als je de ring instapt, je krijgt klappen naar je hoofd. Dat je een klein beetje laat je achter. En het is feitelijk bewezen. Ja. Ja. En de laatste je 100ste gevecht. De vorige tegen de Bulgaar. Rizzo, hoe was het gevecht voor jou? Want hij was fan van jou. Ja. Je zei, I'm eat in my life. Ik hou van die trash talk. Maar hoe was het gevecht voor jou? Want zeg maar, je verloor dat gevecht. Maar neem ons mee in die ring. Hoe was jouw beleving? Waar ging het mis? Waar ging het goed? Ik kan je eens eerlijk zeggen. Ik had goed getraind. Het lag niet aan mijn training. Trainingskamp. Ik had gewoon lekker getraind. Ik had goed getraind. En ik kom daar in de kleedkamer. We beginnen alvast met opwarmen. Want ik moet, nu moet ik gewoon wat. Ik had blessures heb ik hier en daar. Ik moet wat langer opgewarmd worden. Om goed warm te worden, dat ik lekker kan stoten en zo. Dus ik begin met wal te beginnen. Ik kan lekker op te warmen en zo. En weet je wel, dat die polsen goed warm zijn en mijn knokkels. En
ja, we gaan die ring in. En op een gegeven moment ben ik daar zo, in de ring. En ik had echt zin in die wedstrijd. Maar het kwam de eerste ronde gewoon niet eruit. Weet je wel, dus het kwam gewoon niet eruit. Ik deed mijn best, het kwam gewoon niet eruit. En dat irriteert me nog steeds tot de dag van vandaag. En op een gegeven moment kreeg ik in die derde ronde kreeg ik die elleboog. En dan probeerde ik, weet je, meestal als ik een stoot krijg, dan ga ik. Probeerde ik me eroverheen te zetten. En dat ging nog steeds niet, want die elleboog was ook echt een vieze elleboog was het. Ja. En dan baal ik ook nog steeds van het de dag van vandaag, weet je wel. Dat je dan zo'n elleboog een waarschuwing krijgt en geen puntaftrek. Maar ja, dat is de glory rules, man. Ja. Maar het kwam gewoon niet. En ja, weet je wel, dan ga ik wel echt nadenken van, ja, hoe kan het nou? Want dit heb ik jaren geleden gehad. Ja. En dan wilde ik gaan. En dan kwam het niet. Heel veel jaren geleden in mijn carrière. Toen heb ik mezelf beloofd, dit ga ik nooit meer krijgen. Want dan poestte ik mezelf daarna gewoon dat het wel kwam, weet je wel. Een jaar geleden had ik het gehad en dan kwam het niet. En dan ging ik me in mijn hoofd opeten. Zat ik met mezelf te vechten in mijn hoofd. Ja. En dat was nu weer. Maar wat is het dan? Is het een soort ergens een blokkade of zo? Dat iets, dat de mind-muscle connection, dat zeg maar, dat iets je blokkeert. Misschien is het kan. Iets, waarom? Kan, ik kan. Ik heb geen idee wat het is. Het kan een soort blokkade zijn, maar ja. Het kwam gewoon niet, weet je. Misschien, ik heb geen idee wat voor elkaar het zou zijn. Dat weet ik niet. Want het was in ieder geval een jongen. Hij was jong, hij was vechten, hij was wild. Weet je wel. En dan dat ik dat niet uitkwam, ja, dat is kut. Ja. En wat doet zoiets met je zelfvertrouwen, vraag me dan af. Als je dan zo'n gevecht hebt gehad. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen, want je moet zo'n jongen moet je gewoon opeten. Ja. 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 Als je in de sportschool kon sparren, dan is het klaar, weet je wel. Maar je moet zulke gasten moet je gewoon pakken. Ja. Dus en hoe laat je dan weer op voor het volgende gevecht? Neem je, want je zegt, je laat in elk gevecht een stukje achter. Ja. Hoe laat je jezelf op voor het volgende gevecht? Heb je dan deze tegenstander in je hoofd? Denk van, no man, ik ga nu. Of moet je het gewoon loslaten? Nee, je moet het loslaten. Want je kijkt weer de partijen wat je fout hebt gedaan. Ja. Het is belangrijk dat je het loslaat. Hè? Want net wat ik net zeg, je weet niet of morgen beloofd is. Ja. Niet te lang naar gisteren kijken. Ja. Dus die partij is geweest. Je kijkt naar de dingen die je fout hebt gedaan in die partij. Ja. En dan ga je op oefenen, ga je op trainen. En boem, die partij laat je los en je gaat gewoon verder. Ja. Dat heb ik altijd gedaan. Partijen waar ik bleef hangen, dat ging niet goed. Ja. Nee, je moet doorgaan. Hoe zie jouw toekomst in kickboksen? Ik heb een heel mooie toekomst gehad in kickboksen. Ja. Ik heb wel een heel mooie carrière gehad. Ik wil niet te lang meer verder gaan met kickboksen. Dus ik wil wel een mooi eind eraan geven. Wanneer het is, weet ik nog niet. Maar ja, dan moeten we nog even kijken. Even met mijn trainer bespreken. Want die weet het nog. Die moet ik nog met hem bespreken. Maar ik heb een hele mooie carrière gehad. En ja. Ik wil niet na zoiets moois wat ik heb gehad en neer heb gelegd. Ja. Dat ik nu alleen maar ga verliezen. En ze me neerslaan, weet je wel. Omdat ik niet meer scherp ben. Omdat ik iets langzamer ben, weet je. Omdat ik wat ouder ben. Ja. Want als je wat ouder bent, word je niet meer zo scherp. Zie je het niet meer zo snel aankomen. Dat soort dingen, dat wil ik niet hebben. Ja. Ik wil gewoon op tijd stoppen en dan verder gaan. Je hebt een carrière, die moet je volmaken. Na je carrière ga je wat anders zoeken voor andere carrière, weet je wel. Zo zit het gewoon. Maar voel je dat de scherpte minder wordt? Voel je al dat de ouderdom inkikt? Hoe is het voor een atleet? Voel je dat al? Of? Dan moet ik echt vragen aan mijn coaches en zo. Want ik zelf wil er nog niet bij staan dat het werkelijk zo is, snap je? Ja. Maar als je dan kijkt, het zijn jonge jongetjes, 21, 22 jaar, weet je wel. Dan denk ik van, ben ik al 37, denk ik van shit. Ja. Ik was ook zo, ik was altijd zo. Dan kom je er niet bij na, weet je. Dat is lastig om voor je te halen. Ja. Maar het kan, zou kunnen, weet je wel. Dat waren al die jongetjes tegen wie ik vecht. Ze zijn wild, ze gaan ervoor, ze hebben wat te bereiken. En niet vergeten, hun leven nu voor dit. Ja. Snap je? Hun leven nu voor dit. Ze hebben niks anders erachter. Ik was ook zo iemand die ervoor leefde en had niks erachter. Maar nu heb ik 2 bedrijven, 3 bedrijven erachter. Snap je? Ja. En die ik ook aandacht moet geven. Wil geven. Want kickbox kan je niet eeuwig doen. Ja. Dus, en ik was ook zo iemand die ervoor leefde en ik had niks. Ik had alleen maar die kickbox. Ik ging alleen maar gas met kickbox. Trainen, nep, gas trainen. Middag slapen. Nu heb ik dat niet meer. Ja. Snap je? Dus of het speelt, ja. Ja, ja.
Was logisch. Ik bedoel, was logisch, ja, ja. Het is zeker. Je 100ste gevecht had je laatst. Ja, ja, 100ste ja. gevecht. Ja, man. Ja, ja. Dat is een accomplishment. Zo ja. moet je er ook naar kijken. Niet vergeten, het is mijn 100ste pro-gevecht. Pro, ja. Ik heb, als ik ga het bekijken, ik heb denk ik 140, 150 wedstrijden. Dat bedoel ik. Totaal. Ja. Dus ik heb veel meer dan die 100. Ja, je ja. hele leven geknokt. Ja. Maar kijk hoe ver je bent gekomen. Dat vind ik echt een... Daar moet je ook soms aan kijken, hè, wat je hebt bereikt. Niet alsof het over is, maar meer stilstaan bij het succes. Ja, precies, ja. Want wij hebben de neiging om door te gaan. Ja, ja. Dat is logisch, je wil niet blijven hangen aan het succes van gisteren. Dus je wilt ook nieuwe dingen bouwen. Ja, maar dat zeg ik altijd, weet je, ook als ik in een sportschool kom en gasten die een titel hebben gehaald, dus sommigen die lopen zo erbij, wat ze wat hebben behaald. Ik kan me herinneren, toen ik iets had gehaald, ik liep in een sportschool, ik was wat jonger, hè. Op mijn borst omhoog liep ik zo. En Melvin Manhoef trainde ook bij ons in de sportschool Max Gym. Badder, al die gasten. Hey, maar die handelden me, hè. Melvin. Ik liep zo toen. Dus Melvin die kijkt me aan. En hij zegt, Murray. Ik zeg, ja. Rustig, hè. Ik zeg, kijk hem aan. Hè? Wat bedoel je? Nee, rustig. Niet in één keer zo gaan lopen omdat je wat hebt gehad of omdat je hebt gewonnen. Want als je gaat vliegen, schiet ik je gewoon boom, neer. Weer naar beneden toe. Dus rustig aan. Precies zo deed hij dat, hè? Hij zei, als je gaat vliegen zoals je nu doet, ik schiet je, boom. En dan ben je weer beneden op beide voeten. Ja. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, ga weg, man. Ik doe gewoon normaal, man. Ik ben nooit zo. Maar ik zie dat zelf niet, hè? En hij, anderen zien het wel om me heen. Dus hij zag het. Ja. Maar ja, inderdaad, hij handelde weer met sparren. Had hij me weer gehandeld. Geen spannen tegen Melvin. Ja, vroeger sparen we altijd samen, man. Bro, die man is... Hey. Hij is kerel, vroeger sparen we altijd samen, hè. Bro, die man is... Ja, man. Hij is monster, hoor. Melvin is geen grap, hoor. Ik heb die man in de ring zien vechten, joh. Ook, zeg maar, in die glory. Hey, boy, die tijd vroeger. Ja, man. Oh, man. Maar als hij wil pakken, pakt hij hem. Ja. Dat pakt hij echt. Ja. En hij wou me toen echt handelen. En ik was gehandeld. Dus ik aan het einde van die sparsessie van... Mel is goed hoor, ik begrijp je. maar je wel zeg maar, je bent wel omringd met allemaal greatness daar. Je alleen maar. Wat, je zegt, wat heb je bijvoorbeeld ook van, heb je ook dingen van Badder geleerd? Wat heb je bijvoorbeeld van hem geleerd? Ik leer veel van Badder, man. Die praat soms met me, maar ik leer veel van hem. Met het technieken. Maar niet alleen dat, ook met, hij heeft me ook wel wat dingen bijgebracht voor het leven, weet je. Maar bepaalde dingen in het leven, hoe ik het moet doen en aanpakken en dat soort dingen. Zoals? Dus je leert wel dingen van hem, weet je wel. Nou, bijvoorbeeld met pers, hoe de pers moet, het woord moet staan. Hoe ik bijvoorbeeld bepaalde dingen in het leven, bepaalde keuzes moet gaan maken en zo, weet je wel. Wat belangrijk is voor hem, dat ik moet kijken naar keuzes die voor mij goed zijn. En niet die voor anderen goed zijn. Oh ja. Want dat is belangrijk. Ja. Want als je het doet voor anderen, dan... sta jij zelf nog in te min. Ja. Weet je wel, dat doe je het voor hun, dat doe je het niet voor jezelf. Ja. En het is belangrijk dat je keuzes voor jezelf goed maakt, om jezelf goed te zetten, want het is jouw carrière. Dus, wijze man ook, hè? Ja, hij is een hele wijze man. Ja. Hij heeft me bij hele goede dingen. Heeft hij me. Maar ik ben vanaf, ik denk 17, 18 jaar ken ik hem, hè? Ja. En van 17, 18 jaar, toen kwam hij eerst in de sportschool, toen zijn we gaan sparren. En toen zag Mike van, oh, dit wordt echt een sparsessie. En toen had hij ons in de ring ingebracht. Weet je, we gingen in de ring. Ik heb die foto's nog. Echt, we gingen in de ring, gingen we sparren. En ik dacht van, hey, ik ben geweldig. Maar hij hield zich gewoon zwaar in destijds tegen me. Maar we waren toen al een bepaalde klik, weet je, Omar en ik. Ja. Dus, ja. Het is wel vet, want zeg maar, je krijgt de kans om te trainen met de greats. Ja. Dus ja, je kan ook jouw skills kan je gelijk upgraden. Want ik was ook een keer bij Mike's gym. En ik zie alleen maar killers, bro. Ik doe het ook. Ik denk, dit zijn allemaal. Allemaal, man. Echt zo, man. Allemaal. En als die sparsessies komen, en zijn echte sparsessies, dan is het gewoon... zie je gewoon... Eigenlijk moet je een kaartje betalen om de Mike's gym in te komen. Dan heb je die echte partijen had je daar. Ja. Altijd gruwelijk, killer was het altijd. En ze gingen gewoon, we gingen gewoon zwaar, man. En Melvin erbij. Weet je wel, van allemaal toppers gewoon. Juri Mes destijds. Kaas was toen ook. Heb ik het over vroege Kaas. Drago kwam toen bij ons sparren en zo. En nu komen allemaal andere toppers die nu allemaal komen. Ja, wie is de nieuwe generatie? Wie zie jij nu in glory als zeg maar de next generation? Ik denk, oké, die gaan wel zeg maar wel echt dingen doen en dingen veranderen. Van Max Gym? Ja, of gewoon. Dan, ja. Ik zie wel dingen veranderen. Een Chico. Chico doet het heel goed. Maar als ik Chico zie trainen,
Dan zie ik echt mezelf van vroeger, ja. Weet je wel. Dat ik gewoon echt alleen maar mensen konden dit en dat zeggen. Nee, ik ging alleen maar trainen. En daar was ik mee bezig. Dat zie ik hem ook wel doen. Hij is echt gemotiveerd. Ik zie Motor Sasje zie ik ook de veranderingen brengen. Ja. Hij is ook heel goed bezig. En ook heel strak. Hij begint steeds meer naar de kant van Mike. Een beetje de techniek en alles een beetje toe te werken. Want hij zit als pas natuurlijk bij ons. Dus natuurlijk eventjes zijn weg vinden. Maar hij doet het goed. Ja. En ik zie hun echt wel veranderingen maken. Ik zie echt wel een toekomst in die. Ja. En verder, binnenkort ook ik die. Ik kijk niet naar veel anderen. Binnenkort die Afmans, het Afmans toernooi. Hoe kijk je daar naar? Leuk man. Ik vind het wel leuk. Ik ga er ook naartoe. Ik wil het zien. Ja. Ik zie een. Ik hoop dat Tariq. Die vind ik wel. Is ook wel een jongen die goed bezig is, weet je wel. Ik hoop dat hij meer scheid gaat hebben. En meer gewoon gaat laten zien van. Weet je wel. Gewoon knokken met die gasten. Ja. Ik kijk er wel. Ik kijk er wel om. Want ik hoor nu wel dat er eentje eruit is. Hoe heet hij nou? Wie is ook weer eruit? Plaatsenbad toch? Plaatsenbad is weer eruit. Ja. Dus ik ben benieuwd of ze Jamal weer erin gaan zetten of niet. Oh ja. Weet je wel. Dus, Of ik hoor ook verhalen. Tyrone Spong. Ik hoor ook dat ze hem willen brengen. Ja. Ja. Maar ik denk dat dat voor een toernooi. In één keer weer pittig is. Omdat hij lang niet heeft gekickboxd. Ja. En dan gaat hij nu in een toernooi. Weet je wel. Dus ze er goed aan doen. Ik weet het niet. Ja. Maar Tyrone Spong is altijd eentje geweest. Ja. Die. Ik denk dat als Jamal Bensadiq ertussen wordt gezet. Dat het ook wel weer heel spectaculair weer gaat worden. Tuurlijk. Ja, zeker man. Dat gaat... Ik snap ook niet dat ze hem niet erin hebben gezet. Vanwege een oud dingetje. Ja. Maar dat zou wel... Wauw. Dat wordt wel crazy. Want je hebt ook Levi Richters ook. Die is ook hongerig. Zit hij ook in het toernooi? Volgens mij wel. Ja, Levi Richters zit er ook in. Die heb, Hij heeft een tijdje niet gevolgd toch? Hij heeft zich wel gekwalificeerd voor dit toernooi. Ja. Oh. En even kijken. Ja, hij gaat. Sowieso Rico. Ja, hoe Rico denk je dat Rico ook, het gaat doen in de Afmans toernooi? Want... Ja, Rico is wat ik zeg. Melvin Manhoef zei het ook hier in de podcast. Hij zei van, hij is gewoon een Terminator. Je slaat hem en staat weer op. Ja. Hij is bijna onverslaanbaar. Ja, maar hij neemt dat gewoon met zich mee. Maar hij is gewoon te slim voor ze nu. En je ziet het gewoon hoe die vecht. Weet je wel, ook zo nu. Hij is lang niet gevochten en hij vecht dan tegen een cookie. En je ziet gewoon... En ik kan het zien aan Rico. Hè? Want ik zie bepaalde dingen terug wat ik ook bij mezelf heb gezien. Ja. Kleine foutjes, weet je wel. Omdat je langer uit bent geweest. Ja. Maar die worden bij Rico dus niet afgestraft. Omdat diegene tegen wie die stond niet helemaal voor ging. Ja. Maar ik zag wel bepaalde dingetjes bij Rico. Waarvan ik dacht van, weet je wel. Omdat hij lang niet had gevochten. Dus wat een beetje stroef. Maar hij heeft zich gewoon eruit weten te knokken. Ja. En dat is gewoon een kampioen. Die doet dat. Ja. Is heel simpel. Dus hij is gewoon slim genoeg om al die zwaargewichten te verslaan. Ja. Ook al komt hij van afwezigheid van 2 jaar een jaar. Ja. Hij weet zich eruit te vechten. Hoe gaat hij doen bij die Achtmans toernooi? Want dat is weer een ook... Voorheen heeft hij ook een toernooi gehad toch, bij Gloria. Met die, al die andere gasten erin. En zo. Gokasaki, die. Ja. Heeft hij ook gewonnen die toernooi. Ja. Dus ik denk wel dat hij het goed gaat doen met die jongens. Ik denk het ook, hè? Ik denk wel dat hij het goed gaat doen. Want je hebt vaak... Weet je wat het ook is? Als je kampioen bent, heb je heel veel mensen die willen dat je verliest. Ja. Ik hoor heel vaak, bijvoorbeeld als je het over Rico hebt, dat mensen van... Ja, maar hij heeft geluk. Ja, maar dit. Ja, maar okay, hoe kan je zo lang geluk hebben, bro? Ja. Je kan, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen... Maar geluk creëer je gewoon toch? Goed. Maar geluk creëer je toch ook een beetje? Ja. Snap je? Maar he puts in the work. Ja. Dat probeer ik ook vaak te zeggen van... Je kan vinden van wat je wil, maar he's putting in the work. Ja. Die man is altijd fit. Hij is altijd fit, is hij. Hij is gebrand om zich... Hij wil... Kijk, ik denk dat gevecht met Jamal Bensadiq, daarin bewees hij ook hier een stap in. Ja. Maar die man had zijn oog... Ja. Zijn oog had gewoon een paspoort nodig. Gewoon was gewoon een andere persoon. Hij kost zijn eigen phone. Maar dat zijn de ingrediënten van een kampioen. Ja, sowieso. Het is heel simpel. Dat is echt zo. Anders kom je er niet. Die championship rounds, die zijn belangrijk. Anders houdt het op. Ja. Die zijn belangrijk. En je ziet het, daar heb je het. En als je gaat praten over toernooi. Hoeveel van die gasten hebben zo'n toernooi gevochten en gewonnen? Dat weet ik niet. Ja. Snap je? Rico heeft een paar toernooitjes gevochten, dacht ik. Ja. En wat gewonnen, dus... We gaan het zien, man. Het is gewoon mooi. Ik vind het mooi dat... Nu voelt het alsof we weer op zo'n momentum zitten in kickboxing. Dat er weer een nieuwe lichting komt en een nieuwe energy. Snap je? Dat komt er nu aan. Ik voel nu een hele andere soort switch. Je ziet dat die ouderen die gaan langzaam een beetje aan de kant. En dan komt er nu aan. Ik merk het ook, voel het ook. Ja. En het is goed. Ja.
het is goed, het hoort zo te zijn, want alles moet gaan evolueren. Ja. Het is belangrijk. Hou ook toen met, ik had hier The Legend en as the host. Ja, ik vind die man gewoon... Mij is, ben je ook met hem opgegroeid? Keek ook naar zijn wedstrijden? Ik ook, ja. Ja. Is, weet je, dan zit die man daar, denk ik, dit is gewoon legendary. Ja. Snap je, die low kicks van deze man vroeger? Ja, die waren gewoon lastig, ja. Boom! Zijn we? Die waren echt lastig, ja. Dus ik vind het tof ook om dat soort gasten ook in een zonnetje te zetten. Omdat ik vind ook, je moet altijd de greats ook eren. Want vaak in het leven, heb je ook in muziek en dat soort dingen, gaan we altijd door naar het nieuwe. Ja. Maar je moet wel altijd respect hebben voor... De oldschool. Juist. Want zonder die oldschool waren die nieuwe er niet. Heel simpel. Ja. Want ik knok nu. Maar kijk maar die laatste wedstrijd wat ik vocht. Hier is een jongen die bij me kan trainen tegen me opkeek. En die me graag wil verslaan. Om daar te komen. Nou, dat heb je gedaan. Dus zonder mij was je waarschijnlijk daar niet gekomen. Dus dat is gewoon zo. Belangrijk. Snap je? Belangrijk, ja. En ook een conversation zoals dit is iconic. Ja. Snap je? Want we hebben nu ook... Mutter Groenhuid en Murrie. Ja. Dat is allebei zitten. Dat is allebei in real talk. Daar zitten hier. Dat is allemaal in real talk. Ja, toch? Dus op een gegeven moment wanneer je gewoon nog groter bent als ondernemer, zeg je ja man, ik was daar. Maar je hebt ook een belt meegenomen. Wat is de story achter deze belt? Wat is de... Ik heb... Ja, je moet even... Of trek hem op je schoot. Dan... Deze meegenomen. Ja. Dit is... Dit is die K1 belt. Nou, in 2012 heb ik deze gewonnen. Ik moest me eerst kwalificeren tegen een jongen. Kennen jullie vast wel. Dat is Harut Grigorian. Nou, dat is een jongen die een filmpje die viraal is gegaan toen ik hem van de zijkant sloeg. Want daar hebben we het zo wel even over. Maar ik moest me kwalificeren. Ik vocht als eerst tegen hem. In Spanje. Toen moest je kwalificeren om voor de K1 te kunnen vechten. Ja. Dus toen vocht ik tegen hem. En die won ik. Op knockout. En toen kon ik voor het K1 vechten. En daar heb ik deze titel van gewonnen. Wauw. Ik vocht deze avond. Vocht ik tegen... Ashiro Kido. Ja. Ik vocht tegen Artur Kishenko, Mike Zambides. En die Artur Kishenko en die Mike Zambides. Ja, Kido ook eigenlijk. Die gasten hebben allemaal bij de K1 Max vaker gevochten. Ja. En ik denk zelfs Mike Zambides heeft nog gewonnen. Artur Kishenko kwam heel vaak in de finale terecht. En won hem net niet. En ik keek altijd naar deze toppers. Toen ik daar helemaal nog niet was. Toen ik nog gewoon C-klasse was of zo. B-klasse, weet je wel. Ik keek naar deze toppers. Zeker die Mike Zambides. Een kleine Griekse, sterke man is dat. Die stijl is niet normaal. Die sloeg zulke gasten lang. Die sloeg ze allemaal knock-out gewoon. Ja. En ik keek en ik vond het gewoon gruwelijk, jongen. Op een gegeven moment mocht ik tegen hem vechten. Dat was gewoon een eer voor mij, hè. Ja. Ik wou gewoon dat Artur Kishenko en hij... doorgingen, zodat ik tegen hun kon vechten. Want Andy trouwens ook. Andy Sauer zat er ook in het toernooi. Ja. Maar die verloor van Artur Kishenko. Andy Sauer. Dus dat was jammer. Maar tegen hem was ook wel leuk gaan zijn als ik tegen hem had gestaan. Want het is toch een legend, weet je wel. Ja. Maar ja, Artur was ook leuk, want die had vaker bij de K1 Max ook gevochten. Dus die zat er toen in en die ging dan door. Dus daar was ik blij mee, man. Zo, die Shiro Kido had ik eerst ronde neergetrapt. Het was een rechterhoge trap. Ik ga van rechts direct de rechterhoge trap en die ging neer. En toen kon ik meteen in de kleedkamer kon ik meteen kijken wie mijn volgende partij was. En dat was dus Mike Zambides. Nou, dat was ook een partij, jongen. Oh. Voor mij was het echt een eer dat hij die wedstrijd had gewonnen. Ja. Dat ik tegen hem kon vechten, weet je wel. Ja. Want ik zag zo, ik zat in de kleedkamer, in de gang en zat te kijken. Weet je, handdoek om me heen en we zaten zo. En ik moest dan even rusten, handdoek om me heen. Ik zat te kijken op televisie naar zijn gevecht. Want dat doe je dan, weet je wel, kijken hoe die gevecht en de fouten een beetje kijken. En kijken wie gaat winnen. Zat ze te kijken, mij ook en zo. En ik zeg zo, ja man, Mike gaat winnen. Ja, hij gaat winnen. Hup, handdoek af, hup, meteen naar de kleedkamer. Meteen klaarmaken voor de volgende match. Ja. En dat was gewoon geweldig. En dan kon ik tegen hem vechten. En dat was wel een slagpartij, man. Ik kan me herinneren, hè. Komen in het midden. Ja. Komen we. En die Mike Zambides komt zo aan. En ik zeg eerlijk, ik was wel zenuwachtig. Maar ik had zoveel zin om te vechten. En ik loop zo naar het midden toe en ik zie hem zo. En ik kijk zo naar hem neer. En hij kijkt zo op mij en is zo. En hij zegt zo tegen mij zo van... Oh, you're the big one, hè? Dus ik kijk zo naar hem. Ik zeg, yes, you're the little one. Blijf me bijstaan, die woorden, weet je. Ja. En op een gegeven moment geven we een boxie aan elkaar. En we gaan knokken, man. Ja. Ja, en het ging echt het ging top. Ik kan me ook herinneren in die wedstrijd. Dat ik ben aan het knokken ben. En in die tweede ronde dacht ik, ze wilden hem niet... op laten geven. En hij wou zelf ook niet opgeven. Op een gegeven moment gaf ik hem knieën, jongen, in die hoek stoten. En op een gegeven moment zijn wenkbrauw, die hing zo, een lapje, dat hing zo los. Ja.
En door die knieën van mij, het hing gewoon los, hè, voor zijn oog. En hij ging naar die hoek toe, weet je wat ze doen? Ze pakken gewoon een pot vaseline, zetten het erop, zodat hij weer door kon vechten. Ik zeg, hij zei helemaal lijf, jongens, niet normaal. Normaal wordt zo'n scheurtje wordt meteen klaar, ja. Hè? Maar zijn wenkbrauw hing letterlijk gewoon los. Ja. Gewoon vaseline doen ze erop, hè, plakken het vast, gewoon dat ze weer door kan knokken. Dus wij doorknokken. Op een gegeven moment hing hij natuurlijk weer los. Toen kwam hij niet meer uit zijn hoek, was het klaar, was ik gewonnen. Was wow. Blij, man. Ja, dat was de tweede ronde. Ja, ik zag dat je hem ook en je tilde hem ook op. Ja, maar dat was echt gewoon. Ik was echt. Was een legend. Ik was blij dat ik tegen hem kon staan. Ik had hem ook. Ik ging naar die hoek toe. Ik zei: hey, dankjewel dat ik tegen je kon vechten. Thank you, you're a legend for me. Thank you very much. Weet je wel. Dat is echt. Mooi, man. Ja, ja. En als je een top 5 zou hebben van most iconic Myrtle Groenart gevechten, zit deze sowieso in je top 5? Ja, deze zit sowieso op mijn top 5. Ja, en ja. Welke 4 andere? Nou, die van Artur Kishenko ook. Ja. Dat is het nog heel verhaal zit erachter. Heb je even? Ja, tuurlijk. Dat is real talk. Hij heeft een heel verhaal achter ook. Hij kwam dus naar onze gym, kwam die Artur Kishenko. Ja. En hij kwam bij ons trainen. En wij gewoon trainen. En dat op een gegeven moment kwam er dus uit dat we moesten vechten voor het toernooi. Want hij is ook gekwalificeerd. Hij had ook gewonnen. En toen... Maar ik ben iemand... Hey, luister, jij wil eten, ik wil eten. We gaan tegen elkaar knokken, laten we trainen en we gaan gewoon knokken. Ja. Zo iemand ben ik, hè. Ja. Het maakt mij niet uit. Ik knok gewoon. En dat heb ik denk ik ook van vroeger meegebracht. Ik moet gewoon knokken, ik moet gewoon eten. Heel simpel. En, maar ik merkte in de trainingskamp dat hij een beetje raar ging doen. Weet je wel, af en toe niet met me wou trainen. Of weg ergens anders ging trainen. Ik zeg, oh, is Arthur tegen mij? Ik zeg, ja, is er niet. Is ergens anders trainen. Ik zeg, oké. Okay. Maar we woonden ook samen. Ja. Want Mike had een huisje voor mij. Om de hoek van een sportschool had hij voor me geregeld. Dat ik nooit te laat kwam. Dat ik gewoon makkelijk, weet je wel, mezelf kon vervoeren van links naar rechts. Van trainen naar huis toe. Ja. En hij had ook een kamer daar zo. Dus het was heel een, toch wel heel awkward was het of zo, weet je wel. Maar we trainen wel gewoon, ja, we gingen gewoon trainen. En op een gegeven moment kwam er toch een bepaalde frictie kwam er tussen ons. Ja. En op een gegeven moment ging hij niet meer trainen. We sparren, waren hij niet meer met me en zo, weet je wel. Ik dacht van, ja, is goed, weet je. Geen probleem. Maar ja, ik lette wel altijd heel goed op met trainen, dit en dat. Op een gegeven moment gingen we vechten. En ik kan herinneren van Arno, ik kom in de kleedkamer. En toen iedereen wist, en ik had mijn team. Hij had ook zijn team. Ik had, sowieso heb ik altijd Mike bij me. En ik heb Walter. Dat is mijn team. Meer heb ik niet nodig. Mike, Walter destijds was genoeg. Ja. Maar er waren heel veel anderen ook nog erbij. Circus eromheen, dit en dat. Arthur had zijn mensen allemaal meegenomen. Ik kon ook gasten daar zo die Arthur had meegenomen. Dus we kennen elkaar gewoon allemaal. Ja. Dus ik vraag zo in die finale, want ik moest tegen Arthur. Dus we wisten net, oké, pam. We gaan naar de kleedkamer. Ik zeg, oké, dan we gaan beginnen. Dus ik... Arthur zit daar zo. Ik zit daar in de kleedkamer. Het is een doorlopende kleedkamer. Dus ik zeg van, hey, kan je mijn handschoenen aantrekken? Zeg ik tegen een van die gasten. Hij kijkt me aan. Ik zeg, nee, maar ik moet naar Arthur toe. Die gaat naar Arthur. Ik zeg, oké. Kan jij mijn handschoenen van me doen? Nee. Dus die loopt weg. Oh, wow. Loopt weg. Van vrienden. Ging gewoon. Het werd meteen... De druk werd meteen gezet. Ja. Weet je wel? Oké, ik ben Arthurs kant. Daar heb je mijn kant. En weet je wie ik aan mijn kant had? Alleen Walter, want mij kwam naar de kleedkamer en zei van luister jongens, jullie gaan tegen elkaar knokken. Ik ben sta in geen een van jullie hoeken. Dat hadden we afgesproken. Hij gaat gewoon in het publiek staan. Dat is goed, Mike. Hij zei, Mur, hij kwam naar me toe. Doe wat je moet doen. Je hebt ervoor getraind. Ik heb je voorbereid. Bam, maar geen Arthur, hij precies hetzelfde. En ik dacht alleen maar bij mezelf. Is goed. Degene die het meest heeft opgelet tijdens Mike's trainen, die gaat winnen. Ja, ja. En ik was gewoon ook getriggerd hoe mensen gewoon... Van hier naar daar gingen, niet meer mijn kant kozen, gewoon weggingen, weet je wel. Alsof ze wisten van, oké, Arthur die gaat winnen. Ja. Zo, hoe bedoel je, Arthur die gaat winnen? Weet je wel, ik ben aan het vechten, ik heb me al lang voorbereid. Hoe bedoel je, jullie weten Arthur gaat winnen? Omdat hij al die jaren in de keer wel in de finale heeft gezeten. Nee, grap, zo werkt dat niet. Dus ik had alleen maar aan mijn kant Walter. Ja. Dus Walter die werd helemaal boos, hij zei, Murray, fucker. En hij kan me altijd goed oppeppen, weet die Walter, weet je wel. Ja, ja. Dus hij zei, ik zei, hoe dan, waarom dan? Wat? Want ik was 2012 was dat. Ik kon het niet geloven. Ja. Dus ik zei tegen wat, hoe dan? Waarom dan? Waarom gaan ze allemaal weg dan? Dat kan toch niet? Hij zei altijd, wat moet je? Kijk man, schijt aan hun. Maakt niet uit. We gaan het winnen, hoor je me? We gaan het winnen. Hij schreeuwt echt in mijn gezicht. We gaan het winnen. Maakt niet uit. We hebben er hard voor getraind. Hij gaat eraan. Klaar. Heb je me gehoord? Dus ik kijk hem aan met zulke ogen. Hoe is het? Is goed. Is goed. Ik begin te springen en te doen. Ja. Weet je waar? Hij mijn handschoenen vastmaken. Opgewarmd in de kleedkamer. We beginnen naar de opkomst. We werden geroepen. Dus hij komt als eerst op.
Daarna kwam ik op. Ja. En ik kom zo dansend op. Ja. Want die groep die me allemaal hadden gedist. Ja. Die zaten allemaal aan die kant daar zo, weet je wel. Dus ik kom zo dansend op zo. Met een liedje In The Building. Ja. Van Mokromania. Ik kom zo dansend op. Dus op een gegeven moment... ik kom dansend op zo. Maar echt, ik was gewoon blij. Ik voelde me goed, weet je wel. Ik kom dansend op. En ik kijk naar ze. En ik zeg zo, ik schreeuw zo naast ze allemaal. Hè. Ik zit toch in de finale, maakt niet uit. Echt, dat deed ik, letterlijk. Ja, ja. Dus ze kijken me zo aan. En ik loop gewoon zo weer door naar de dinges. Want dat kon me ook niks schelen. Ja. Ik zit in de finale van de K1 Max. Hoe blij ben ik? Ik zat voorheen. Zat ik in een weighted. Zat ik in een inrichting. Ja. En nu zit ik bij de fucking K1 Max. Iedereen zit naar me te kijken. Hele televisie van iedereen zit aan. Ik zit in een K1 Max, man. Waar praten we over? Ja. Dus hoe goed kan ik me niet voelen? Als jullie zijkant kiezen, doe maar. Het maakt mij niet uit. Ik ben er al. Ja. Snap je? En zo die instelling ging ik de ring in. Ja. En in de tweede ronde sloeg... wou ik hem een knie geven, Arthur. En die gaf een hoek, sloeg je me neer. Dus ik ging neer, iedereen juichen. En ik was gewoon... Ik liep meteen naar mijn hoek toe. Want ik wist van, oké, ik heb die 8 tellen gepakt. Ik liep meteen naar mijn hoek toe, maar ik hield me aan mijn gameplan. En derde ronde kwam ik nog gewoon... Ik had in mijn hoofd, ik ga hem winnen, hoe dan ook. Ja. En in derde ronde kom ik op af. Ik geef een paar stoten. En hij gaat neer. En daarna, ja, als hij neergaat bij mij, dan is het klaar. Dan ruik ik bloed en dan komt de Predator. En gaat hij eroverheen was. Dus toen had ik gewonnen, was ik blij, man. Niet normaal. Hoe veranderde die energie dan, zeg maar, met al die guys die op een gegeven moment waren gesprongen naar zijn schip? Ja, die kwamen zogenaamd, Mut, gefeliciteerd, dit, dat en bla, bla, bla. Maar je zag wel die gezichten allemaal van, die waren allemaal down. Ja. Die gezichten waren allemaal down. En ik sta op die touw en ik groet naar ze. En ik doe deze nog, hè, ik wijs naar ze. Weet je wel? Ja. En het is niet kut bedoeld, maar het is meer zo van, weet je wel? Never judge a book by its cover, weet je wel? Niet omdat hij zo daar vaker heeft gezeten dan ik. Ik wil niet zeggen dat hij het gaat winnen, nee. En ze hebben een ware aard laten zien. Ja, ja, ze hebben een aard laten zien. Ja, daarom wees ik even naast ze. Ja, maar... Snap je? I see you. Ja, I see you. Inderdaad, ja. Dus, en welke drie andere gevechten? Er zijn dus, zit hier top 5, deze twee. Ja, dan heb ik... dan heb ik... hoe heet hij nog? Weet hij nou? Ja, die van Nicky Holsken ook nog. Ja. Dat is eentje. Ik heb twee keer gevochten tegen elkaar. Drie keer. Drie keer zelfs, ja. Drie keer tegen gevochten. En welk gevecht is de most iconic one? De tweede. Waarom? Omdat de tweede ging voor de titel. En daar was ik zo hard op getraind dat ik die gevecht... Dat ik hem wist dat ik hem had gewonnen, maar ik kreeg hem niet. Ja. En daar heb ik deze ook voor gemaakt. Ik weet niet of je deze kan zien. Dat is een tattoo. Ja. En dan zie je hier een glory belt in het midden. Ja. In mijn nek. En je ziet vleugels. Ja. Die vleugels. Ja. Nou, dat is dus de glory belt die weg is gevlogen voor mij. Oh, deze tattoo heb je gezet na wedstrijd? Nee, ik wist het tegen Nick Hosk. Want ik wist dat ik hem had gewonnen, maar ik kreeg hem niet. Want op punten, op statistieken, stond alles erop gewezen dat ik meer punten had gemaakt. En dat ik alles had gedaan om die titel te winnen. Ja. Maar ik kreeg hem niet. Dus er gingen allemaal scenario's bij mij in mijn hoofd. Weet je wel, hij werd gevolgd door een programma destijds. Ja. Weet je wel, dat goed was voor Glory, dit en dat en van alles. Maar... En, alles ging met mijn hoofd draaien van waarom heb ik deze partij verloren. Ik liep ook letterlijk. Het was de enige partij waarvan ik huilend wegliep. Echt? Ja, man. Ik weet niet, kent ook. Ik zweer het, als je naar Glory gaat en je vraagt, mag ik die beelden dat Myrtle huilt? Ze hebben geen beeld, alleen maar die. Oh, wow. Ik liep die catwalk op en ik moest janken gewoon. Want ik wist niet meer wat ik moest doen, man. Want het was gewoon pijn, want ik wist dat ik had gewonnen. Ja. Ik had meer punten gemaakt, weet je wel. Ja. En dan kwamen ze van, ja, maar degene die naar voren loopt, weet je wel, dit en dat. Maar ja, als je naar voren loopt en je maakt... Je doet weinig. Ja. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel. En ik was geen agressor. Ik was agressiepunt aan het maken aan de achter. Maar ik maakte wel mijn punt. Maakte wel het gevecht, snap je? Ja. Dus, maar ja. Dat dus. Dus en ook een gevoelige plek. Dat is wel pijnlijk, ja, hè, die plek. Maar die partij was ook gevoelig. Daar heb ik hem ook hier gezet. Ik zie die tattoo. Ik krijg al pijn als ik in dat ken. Ja, man. Ik zie gewoon... Bro! Ja, wauw. Wist ik niet, man. Dat je... Ja. Ja, ja. Om die wedstrijd... Was om die wedstrijd. Toen zette ik hem gezet. En toen die glory titel die gewoon zo weg is gevlogen. Voor zo, hup. Omhoog. Damn. Ja. En welke twee anderen blijven erover? En dan heb ik er nog eentje. Dat is dus die van Harut Grigorian. Dat je hem zo sloeg? Dat ik hem van de zijkant sloeg. Die blijft me altijd bij. Maar het kan ook niet anders. Want als ik mijn inbox van mijn messenger of van mijn... Instagram die openmaakt en iemand deelt toevallig die partij, want die partij wordt heel vaak gedeeld. Ja.
En dan krijg je in één keer in mijn DM's terecht. Fucking nigga, dit, dat, alles erop en eraan. Ja, ja, van alles, jongen. De racism kwam naar boven. Ja, je wordt zwaar uitgescholden, man. Ah, van alles en nog wat. Wauw. Dus dat blijft me altijd bijstaan. Dus dat gaat ook niet meer, wordt ook niet meer gewist uit mijn leven. Ik snap dat ook niet, hè. Zeg maar van, met racist people, leg me dit uit. Waarom is het zeg maar dat op het moment dat wij winnen, dan zijn we cool. En op het moment dat we iets doen wat je niet ziet, dan worden we aap. Dan worden we nigger. En dan worden we... Ik snap het niet. Ja. Waarom? Want vroeger hebben ze ons wijs gemaakt dat wij een eerst apen waren. En dat we daarna mensen zijn gegaan worden. Ja. Weet je wel? Ja, ik vind dat het... ik sowieso haat. Ook om ons neusvorm, denken ze dat we apen zijn. Dus ja. Maar het is raar dat ze dat gaan vergelijken met ons inderdaad. Ja. Weet je, ook in voetbal. Snap je? Dan heb je gasten die... gast, serieus? Ja. Maar jij wilt toch naar de zon om mijn kleur te krijgen, toch? Dan moet je ook niet naar mijn land gaan. Ja, bijvoorbeeld, dat is echt zo, Je wil, weet toch, van, ik ben ook mens, weet je? Ja. Maar ervaar je het ook in de sport? Heel veel, ik vaar het zeker in de sport, ja. Want als ik mijn dingen openmaak, denk dat ik het vergeten ben, dat het er niet meer is, word ik er weer door herinnerd. Ja. Snap je? Ja. Dus het is niet weg. Mensen kunnen wel zeggen van, het is weg, het is geen racisme. Nee. Je hebt er niet mee te maken misschien, omdat je een andere huiskleur hebt. Maar als ik mijn deel van, ik heb er dagelijks mee te maken, man. Ja. Dus het is er gewoon wel erg, heel erg is het. Dus, en dat was die partij. Toen had ik hem dus van de zijkant geslagen, weet je wel. Ja. En toen kreeg ik heel veel over mijn borst heen. Maar waarom? Hij liep weg. Hij draaide op, toch? Maar het was gewoon een geld. Ja, maar het was legit. Kijk, als je er nu naar gaat kijken, in alle rust te kijken naar, denk ik van, ja. En Murray had misschien nog even kunnen wachten, sportiviteit. Maar nee, je bent een vechter. Als je een vechter bent en je gaat je kwalificeren voor die titel. En het is echt zo'n partij, weet je wel, dat gewoon echt zwaar gehyped was. En een partij die gewoon echt gewoon, want hij een hele goede jongen is. Weet je wel, hij bang voor mij, ik bang voor hem is. Want angst is belangrijk in het spel. Moet je je vriend van maken. En het gewoon echt gewoon op zo'n partij is dat je gewoon alles op alles zet. Ja. Dat de keuze was van dat moment. Ja. En dan kun je dat moeten zijn. Want als hij waarschijnlijk naar de hoek had gelopen. En had teruggelopen en had mij neergehoekt. Had ik spijt gekregen, had ik hem niet eerder had neergehoekt. Ja. Dus weet je, heel veel scenario's gaan in je hoofd spelen. Maar nee, het is zo gegaan zoals het is gegaan. Weet je wel. Dus misschien niet een alsportieve actie. Maar ja, je blijft vechten, weet je wel. Als je kijkt naar het MMA. Worden ze zo vaak van achter neergeslagen. Van de zijkant, op hun achterhoofd. Weet je, en bij kickboksen. Ja. Ja, als je dan toevallig aan stoot van uit te geven. Krijg je in één keer dit op je. Nee, man. Ja. Het is gaan hoe ze het gaan, weet je wel. Hij zei, weet je, Mur, maak je niet druk om wat mensen zeggen. Ik heb met hem gesproken daarna. Hij zei, als jij het was geweest, had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan, zegt hij. En ik sprak de scheids en de scheids zei, je hebt niks fouts gedaan. Nee, alles wat je deed, was legit. Je hebt niks fouts gedaan, want de bel ging niet. Ik kwam er niet tussen. Klaar. Ja, nou ja, als hij zelfs met je eens is. Ja. En die fans die gek worden. Ja. En nog eentje blijven over. Ja, ik kan ik... Helaas is het tegen Cedric Doumbé. Oké. Ja, ja. Dat is de tweede partij die ik had gewonnen. Ja. Die is voor mij de iconingspartij. Want hij heeft de titel gepakt van Nicky Holske. Hij heeft hem nog twee keer verslagen daarna. Eén keer daarna verslagen, dacht ik. En toen ging ik tegen hem. Had hij nog veel partijen gewonnen achter elkaar. Toen ging ik weer tegen hem. En toen pakte ik de titel van hem. Nou, omdat het juist, ik vind het de iconingspartij is. Ik scheurde mijn... meniscus 2 weken voor die partij tegen hem af. Ja. Dus 2 weken voor die partij scheurde ik mijn meniscus af. En toen moest ik nog tegen hem vechten. En toen won ik die titel ook nog in Chicago van hem. Met een gescheurde meniscus. Maar was het wel verantwoord? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Maar ik deed het wel. Omdat dat is het. Als je ergens in gelooft, moet je ervoor gaan. Ja. Als je niet in gelooft, dan ga je, weet je wel, ga je mensen alarmeren. Ga je bellen. Ja. Maar ik geloofde erin. Dus ik zei ook letterlijk tegen Mike. Mike, zeg alsjeblieft niks tegen niemand. Ik geloof dat ik de titel ga pakken. En hij, Meur, weet je het zeker? Ik zeg ja. En zo hebben we het gedaan. Maar niemand wist dat. Niemand wist het, nee. Ik ging er wel gewoon zo in. Ik had alles gedaan, weet je, acupunctuur, mijn knieën, hamstrings gedaan. Dat de pijn minder werd hier, zodat ik gewoon normaal kon. En het werkte gewoon. Dus ik had alles minder gemaakt, dat het allemaal kon, dat het allemaal gewoon relaxed was. Ik weet nog dat ik 1 knie gooide. En die voelde ik, jongen, dat ik niet moest doen. Toen gooide ik ook geen knie meer naar zijn hoofd. Ja. Dan ging ik gewoon boksen met hem. Ja. Je voelde gewoon... Ja, ik voelde hem daar. Dit is een goede zet. Ja. Dat was een goede. Maar hij was ook een, zeg maar... Ook zo'n gast die uit het niets met een soort gekke stoot kon komen. Ja. Ook een goede vechter. Ook een hele goede vechter. Tot de dag van vandaag. Ja, man. Want in het MMA doet hij het goed.
Wint hij ook daar veel? Hij wint in het MMA. Hij staat nog steeds onverslagen in het MMA, ja. Echt? Ja, ja. Ze zaten nog destijds. Ik was weggegaan van het MMA, maar ze waren aan het kijken van een partij tegen mij, tegen hem. Ja. Want ik naar het MMA ging en hij ook. En we waren allebei nog onverslagen in het MMA ook. Ja. En dat vonden ze een hele leuke partij om te maken weer. Ik ben 4-0 in het MMA nu, maar ja, inmiddels is hij denk ik 4 of 5-0 ook. Ja. Dus, dat is ook en knap. Ik, ja, dat is ook, ja, ja. Ja, ja. Maar dat je naar MMA gaat en dat je daar ook onverslagen bent. MMA is echt letterlijk mixed martial arts. Het is gewoon klappen, grippen. Ja, man. Maar waarom heb je die overstap gemaakt? Was het financial? Want MMA daar is meer geld te verdienen. Sowieso altijd financial, sowieso. Altijd. Maar ook omdat ik ging weg van het kickboksen. Ik had een periode in mijn leven, dat was echt een donkere periode in mijn leven. Waar ik alles en iedereen achter me ging had gelaten. Okay. En of het goed was, weet ik niet, want het was niet goed. Maar ik was gewoon klaar met alles en iedereen. Waarom dan? Weet ik niet. Mijn vrouw, klaar. Scheiding, weet je wel, was klaar. Die had ik achter me gelaten, dat wou ik niet meer verder. Met Mike wou ik niet meer verder. Mike had ik achter me gelaten, wou ik niet meer verder, weet je wel. Ruzie had ik met iedereen. Ik weet niet, ik weet het niet. Het was gewoon echt een periode in mijn leven. Zo'n zwarte blackout was het in mijn leven. Ja. Zo, weet Hoe je lang wel. Heeft het geduurd? Ja, het was ook echt de tijd van de corona. Ja, de corona blackout. Het, ja. Met Mike duurde het 3 jaar, mijn vrouw een jaar. En toen ben je terug met je vrouw gegaan? Ja, zijn we weer goed gekomen. Oh, wow, nice. Ja. Maar hoe heb je dat gefixt dan? Je zei van, hey, ik ben weer normaal. Nee, we hadden wel een beetje contact. We hebben ook 2 kinderen samen. Ja. En op een gegeven moment we hadden nog gewoon contact, weet je wel. En ik had de hele tijd zo'n, hoe noem je dat? Soms een spijtgevoel ook wel, weet je wel. Want ze verdienden het gewoon niet. En toen zijn we gaan praten, weet je wel. En heb ik alles gewoon tegen gezegd en gedaan. En is het weer gewoon weer goed gekomen. Mooi, man. Ja. Goeie vrouw. Ja, zeker. Ja. En tot de dag van vandaag helpen ze me met alles en alles erop en eraan. Dus, het is belangrijk, hè? Zeg maar, ik denk dat we niet vaak genoeg credits geven aan de vrouw in ons leven. Ja, omdat zeker. Een goede vrouw kan je echt elevaten. En die kan soms ook met je moeilijke kanten. Ja. Want dat kan je ook, als je een toxische relatie hebt, kan het je ook gewoon helemaal naar beneden brengen. Ja. En helemaal. Ja. Dus als je een goede om je heen hebt, is belangrijk. Want kijk, zonder een goede vrouw om je heen, dan kom je niet waar je komt, weet je, in de topsport. Dus dat is belangrijk. Als je een goede vrouw om je heen hebt, je hebt stabiliteit, dan ga je komen waar je wil komen. Dus dat is belangrijk. Shout-out, man. Nu gaan alle kickboxers trouwen. Ah, dat zou ik niet doen. Dat zou zijn. Dat doe je. Gewoon trouwens. Dan zit je goed. Maar door die duistere periode wilde jij ook een andere richting op. Dus toen dacht ik ga MMA doen. Ja, want ik ging ook weg van Mike, van de sportschool. Weet je, en hij kon het niet geloven, niemand kon het geloven. Maar ik had het voor mezelf besloten. Kickbox wou ik ook niet meer, ik had geen motivatie meer erin. Dus ging ik MMA doen. Okay. En toen had Daniel Sharifi me genomen, ging ik met hem trainen, weet je wel. En doen, want hij is een MMA, een sportschool heeft hij. Is nu, toen niet. Ja. Toen is hij bij mij is hij begonnen. Ja. Heeft hij mij helemaal alle kunstjes geleerd en zo, weet je wel. En toen zijn we zo een beetje stap voor stap gaan omhoog gaan. Ik heb LFL gevochten. Onverslagen bij LFL, een paar partijen. Nou. Oh, vet. Ja. Maar dan zie je dus dat je daar ook talent voor hebt. Want het is een heel ander tak van sport. Heel anders is dat. Ja. Maar het is gewoon, ik hield ervan, man. Ik hield van het worstelen. Ja. Velen houden niet van het worstelen, maar van het grappelen. Want het verschil is, het worstelen word je helemaal moe van. Dus vurig gevoelig, maar je wordt kapot ervan. Het legt een dingetje heel goed uit. Khabib Magomedov, die legt het heel goed uit. Iedereen wil worstelen, maar ze willen niet grappelen. Iedereen wil grappelen, maar ze willen niet worstelen. Omdat worstelen zwaar is. Ja. Maar dat is belangrijk, het worstelen. Ze willen niet worstelen, maar ze willen grappelen. Weet je, een grappler is lekker. Dat aantrekken en doen, submission zetten. Maar het worstelen, daar ga je kapot mee. Ja. Als je bijvoorbeeld 30 seconden bezig bent met worstelen, dan ga je zo stuk. En ik hield altijd van zware training. Ik heb altijd van gehouden. Zwaar trainen, want dan weet ik van, oké. Ik heb alles ervoor gegeven. En het worstelen, daar hield ik altijd van. Er zit een Dario Sharifi, die komt zelf van Iran. En dus die doen veel worstelen daar, zo die gasten. Dus hij leert hem alles met worstelen en zo. Ja. Dus dat vond ik geweldig. En dan beschik je dus ook gewoon over MMA-talent. Maar je hebt dus dat afgesloten. Je dacht van, ik wil terug naar kickboksen. Ja, ik kreeg toen een goede contract bij kickboksen kreeg ik toen. Dus ik had het MMA-tik gedaan. En het duurde wel lang voordat je met MMA, je moet echt weer onderaan beginnen en weer stapgewijs moet je dan
die pad bewandelen een beetje. En voor mij duurde het een beetje te lang. Dus ik kreeg toen in één keer een goede contract bij Glory. En toen heb ik die weer gepakt. Ja. Dacht van, hey, the money's right, I'm back. The money's right, I'm back, ja. Maar hoe is het, zeg maar, wat ik me dus altijd afvraag. Dus dan ben je kickbokser, je bent een getrainde vechter. Heb je ook wel eens mensen op straat die je willen testen? Want je hebt altijd van die mensen die dan denken van, ja joh, ik heb je de ring gezien, maar ik kan het ook. Ja, maar sowieso. Sowieso. Ik ging altijd toen ik ging met z'n vieren gingen we altijd stappen. Ik, mijn broertje, Lorenzo en Ruwa. Wij met z'n vieren waren altijd gewoon een combo waren wij. Yeah. Dus Lorenzo is mijn neef, Ruwa is een mattie van me. We waren altijd samen. En als we gingen stappen. En ik was daar bijvoorbeeld. In het begin altijd een bloemendag in. Hoor. Ja. Op een gegeven moment. Hadden we altijd wel mod daar zo. Ja. Maar ja, wij waren nog 16, 17. Wij hielden ervan. Nou, toen 16, 17 hoor. We waren wat ouder. Waren. Wij was alleen ergens in. Ik begon hoeveel? 26, 27 ja. of zo. Ja. Dus toen begon het al laatst. We gingen vaak stappen. En toen kreeg ik al. Die dingetjes naar me toe, weet je wel. En ik was nooit echt zo'n stappen, maar toen ging ik nog wel vaak stappen. En toen kregen we wel eens vaak ruzie. En toen pompten we gewoon een paar gasten daar zo in de clubs. En het gebeurde zo. Als gasten bijvoorbeeld ons verkeerd aankeken of je duwde ons of zo, weet je wel. Ja. Ja, dan gingen we gewoon ervoor. Dan gingen we gewoon. Die gasten waren ons gewoon testen daar. En toen gingen we gewoon knokken. Maar elke zondag kwamen we daar zo. Ja. Dus op een gegeven moment waren die uitsmijters, die waren daar. En die keken ons aan. En zeiden op een gegeven moment, jongens, vandaag niet hè. Zei, ja, komt goed, komt goed, komt goed. Waren we daarin, was het weer aan. Maar dus, is het die young boy vibe van, je weet toch wat je eerst zei toen je in de gym kwam met de borst omhoog. Zat dat er nog in? Was dat die burger dat die de club binnenkwam? Ja, dat zat er nog in, joh. Ja. Dat die de club binnenkwam. Wel, als het nog een beetje bewijs. En weet je, als je... met mijn broertje bijvoorbeeld een Jack Daniel op had. Ja. We hadden toen ook voor elkaar hadden we een pact gesloten. We drinken geen Jack Daniels meer. Ja. Maar als we dat op hadden, werden we agressief, man. Ja, ik zweer het, joh. Heel raar, jongen. En we gingen op een gegeven moment water. We zeiden, hoe kan het, jongen? Dat we elke ruzie hebben, zaten op een gegeven moment zo. Ja. Zeg, ik weet niet, man. Ze willen ons altijd testen, jongen. Ja. Ze zeiden, nee, man, jij was agressief, man, zegt hij zo tegen mij. Zeg, nee, man, jij was agressief, man. Ja, ja. Zo zaten wij bij elkaar. Op een gegeven moment gingen we denken, het komt door die Jack Daniel, denk ik, man. Die Jack, man. Elke keer als we dat drinken, worden we zo. Zeg ja, man, laten we niet met Jack denken, maar is klaar, man. Want en toen werd het weer normaal, na die Jack. Nou ja, het ging wel een vodka, het was af en toe nog, maar niet zo vaak meer. Nee, maar ik denk ook dat het best wel, er komt veel verantwoordelijkheid bij kijken. Want je bent een getraind wapen, om het zo te noemen. Ja. Jij kan meer dan, zeg maar, de gemiddelde champ, daarom snap ik ook niet dat je dan wordt uitgedaagd door iemand die dan toevallig kijkt en denkt dat omdat hij UFC speelt op de PlayStation, dat hij denkt dat hij zelf ook kan losgaan. Ik snap dat. Die gast kan vechten. He's the professional. Ja. Als die man op je teen stapt, zegt, hé, box, toch? We gaan niet zeg maar matten, want ik ga verliezen. Maar tegenwoordig wordt het anders ook. Tegenwoordig trekken ze snel een mes of een gun of snap je. Dus het heeft geen zin, het is niet leuk meer. Ja, vecht heeft geen zin. Dus je moet dat, vroeger schud je er nog een hand, weet je wel. Ging je testen op elkaar, je liet tussen zo rond. Ja. Van elkaar ging je nog net zoals apen of gorillas bijvoorbeeld nu doen. Die gaan knokken met elkaar en dan lopen ze weg, is het klaar. Ja. Snap je? Ja. Maar tegenwoordig schieten ze hier neer of messen, weet je wel. Zijn laffer dan voorheen. Ja. Dus dat heeft ook geen zin meer. Dus het is gewoon glas water. En heb je murrie. Ja, inderdaad. Chilling. Gewoon chillings gewoon. Dus op een gegeven moment waren we ook klaar ermee. We gingen ook niet meer naar clubs. Want de clubs hadden we dat vaak. Ja. Gingen we vaak vechten. Ja. Of als we bijvoorbeeld bij de club gingen en we kwamen in een club binnen. En dan was Hans Nijman, die was daar. Dus Hans Nijman, die hele groep had hij altijd, toch? Ja. Hans Nijman, bij het stappen. En Hans Nijman is ook een goede grapje van me. En als ik bijvoorbeeld kwam stappen en ik ging de dingen zien. Hoe heet het nou daar, zo die club? Rijm in Remmersplein. De Grand Café of die dwarsstraat. Nee, op het Remmersplein bij die tram daar zo. Precies op het Remmersplein. Het heet. Reglies? Nee. Nee, van een club daar zo waar heel veel mensen hadden komen. Met die naam even kwijt van die club. Maar daar zo kwamen altijd. En de gasten van Hans Nijman, die weet je wel, die wisten altijd precies wie ze moesten bellen en doen. Ik kom op een gegeven moment daar binnen. En ik stap dit en dat. Ja. Op een gegeven moment kom ik volgende dag op de sportschool. Ja. Mike, hey, was het gezellig bij een club? Nee, geen R, maar die andere. Was het gezellig daar zo? Dus hij zegt, ik zeg, hè? Hoe weet je dat ik daar was? Gesniperd. Ja, jongen, vriend, ik hoor alles. Ja. Uitstappen, kom op.
trainen. Ja, ja. Dus nu moest ik harder aan de bak met trainen. Oh, ja. Dus elke keer als hij me pakte of iemand die ging me bellen van, ja, Myrtle is hier zo, was ik de lul, snap je? Dus ik kon nooit veilig de stad in gaan, jongen. Ik was altijd de lul. Je was gelijk weer aan Ja, jongen. Myrtle moet gelijk weer gaan de ik moet meteen de sportschool weer in. Ik moet meteen weer gaan trainen volgende dag. Ja. Maar als ik ging stappen, ik kon nooit ongezien stappen. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Of Hans die zag me, of die zag me, en ik moest me rustig houden. Ja. Dus, maar nu is gewoon, nu is rustige Myrtle, Murray, bezig met zijn ondernemingen. Ja, want toen, als ik bijvoorbeeld naar de clubs ging, was het altijd vechten. Ja, altijd knokken. Dus toen ging ik ook niet meer naar de clubs. Toen ging ik naar festivals, ging ik me pakken. En daar was het gewoon lekker gezellig. Chill, ja. Nu zijn het anders dan sommige festivals, maar het was altijd chill. Ik hoefde niet meer te knokken en mezelf te bewijzen. Dan ook weer daar, weet je wel. Ja. Dus toen, Want we knokten best wel veel, mijn broertje en ik. En nu was het wat rustiger, gelukkig. Ja, rustig. Ja. Ik weet in ieder geval, als ik met jullie op pad ga, I'm good. Ja. Ik zeg ook altijd, maar laatst zei ik heel tegen mij van, hé, maar bro, ben jij kent fucking veel kickboxen? Ik zeg, ja, maar dat is best. Ga bellen. Ja, joh. Let's go. Biri, waar ben je? Er is een situatie. Nee, maar uitgaan, dat soort dingen doe ik natuurlijk ook niet, man. Ik niet veel. Alleen als ik moet presenteren of iets moet doen of zo. Ja. Maar ik vind soms heb je bepaalde gasten die dan interessant gaan doen, snap je? Ja, is ik hou niet van die energy. Ja. Ik weet je, laat maar. Ik zit wel liever thuis. Ik merk het meteen. Ik loop weg, maar ik heb daar geen zin in. Ja. Als je het kan krijgen, kan je het krijgen, maar ik heb daar helemaal geen. Ik zit daar niet op te wachten, snap je? Nee, maar gewoon good vibes. Je wil gewoon gezelligheid, je wil gezelligheid. Gewoon pizza, je drinken, eten en zo. Ja. En dan ben ik een tuin voor de Je wil gezelligheid, Murray, ik wil je sowieso een dikke shout-out geven, man. Ja, man. Tof dat je naar Real Talk wilde komen. De plek waar heel veel legends ook komen. Ja, zeker. Het is belangrijk om deze gesprekken te voeren. En ik zeg het altijd ook tegen mijn kijkers en tegen mijn gasten. Wanneer je wil komen, ben je altijd welkom, bro. Dankjewel, man. Dankjewel. Dus wanneer je wat verder bent met je onderneming, kan je ook weer komen. Als je hele kickboxcarrière afsluit, kom gewoon hier de laatste conversation voeren voordat je het allemaal gaat doen. Ja. Altijd. Weet je gewoon, dit is een platform. Ik waar zeg het gewoon allemaal kan. Ja. Dit is, daar gaat het om. Weet je, hier zijn dancehall legends, Mr. Vegas. Ja. Ik zit in die legendarische stoel, jongen. Snap je? Nee, van Michael Jackson heeft daar gezeten. Snap je? Dus het is gewoon een plek waar verschillende mensen uit verschillende windstreken ook gewoon komen. Uit buitenland, verschillende disciplines, sporters, acteurs. Iedereen, snap je? Dus Real Talk is de foundation. Dus, ik voel me vereerd, man, dat je me hebt uitgenodigd. Echt, dankjewel. Love. Het was echt gezellig om hier te zijn. Ja, man. 100%. Is toch iets wat je tegen de fans wil zeggen? Houd in de gaten. Ik ben bezig, zoals jullie horen, ben ik bezig met mijn eigen nutritionlijn. TGT Nutrition. Houd in de gaten op Instagram. TGT Nutrition. De website www.tgtnutrition.com. Want er komen leuke dingen aan. Blijf het volgen. En ik ben ook bezig met mijn eigen gym. Dus als jij lekker fit wil zijn. Of je wil je eerste kickbox ervaring in de ring optreden. Kan dat ook. Via mij. Ik heb een leuke platform waar het kan. Kick of the Experience. Dus heel leuk is dat. Dan kan ik je voorbereiden. Dan kan je de ring ingaan. Tof. Je hoort het allemaal. Real talk. The realest conversations. Vergeet niet te liken, te subscriben, te delen. Deel die kennis, man. Ben je een kickbox liefhebber? Check sowieso de playlist die ik speciaal heb voor alle kickbox interviews die ik heb gedaan. Fight Club. En as the host kom je daar tegen. Gesprek met Mike Passanier, Rico Verhoeven, Jamal Bensadiek. Die kom je daar allemaal tegen. Dus ga checken. En mocht je nog meer mensen of vechters of wie dan ook hier willen zien, reageer gewoon eronder en leg ook uit waarom je die persoon wil zien en wat je eventueel als ze zou willen vragen. Real talk, the platform, baby. Don't get it twisted. Nando, Lix. Get it.